Ik heb best wel lang gewacht om jou uit te nodigen, Wout. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar ik heb jou, nou dat zal inmiddels zeker een jaar, als het niet uh, twee is, twee jaar geleden gezien. Toen was net het uh, workoutboekje uit ja. van MindGym ja. in de Adamtoren. En ik was hier wel heel erg mee bezig en ik vond het dat je het fantastisch uitlegde, maar daardoor dacht ik wel altijd van hey, ik moet nog even wachten met jou uh, uitnodigd, maar kan je het nog herinneren? Ik kan je... het me nog heel oh, goed herinneren, maar. ja, je zat daar op een kruk, we ja. hadden die langwerpige ja. setting. Oh wauw, je weet het echt nog, ja. ja. Ja, 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 En ik had je achteraf ook niet gesproken, toen dacht ik, oh ik ben wel benieuwd hoe die het heeft ervaren, juist omdat ja. je daarna… Ja, nou ja, dat was voor mij, ik was dat je in het begin van Koe de grap is, dat jij uh, voor mij een link hebt gelegd, ik leg het heel vaak uit, dan wordt mij gevraagd van hoe ben je hier zo bijgekomen. En dan is het ja bijna heel classic, zoals we dat ook bij jou tegen gaan komen. Je voelt je even niet zo lekker. En in mijn geval kreeg ik een buikje. Uh, daar kwam er nog eens bij uh, dat, dat dat gaat dan ook een soort hand in hand. En daarvan voelde ik wel van, nou, ik weet even niet wat ik met mijn gedachten moet, maar ik weet wel wat ik moet doen met een buikje. Uh, namelijk gewoon let op je eten en maar eens een keer gaan sporten. Hmm. En dat heeft voor mij vervolgens de Hele ja, weg naar zelfontwikkeling en spiritualiteit zou je kunnen zeggen geopend, omdat ik er in die sportschool heel klassiek achter kwam, dat ik me weer wat lekker begon te voelen, ook geestelijk, maar ook vooral dat ik me realiseerde: oh ja, alles kan je trainen. Waar ik in het begin mm -hmm. uh, nog niet eens met gewichten dat ding kon optillen, voelde ik hey, de week later: hé, hey, vijf uh, kilo erbij, tien kilo erbij. En dat, nou ja, dat is waar ik op de dag Van vandaag mee bezig ben, namelijk alles kan je trainen, dus ook je positiviteit en je dankbaarheid en dan nou je ja, gewoon sowieso je hersenen en dat is natuurlijk nou ja, dat moet jouw link geweest zijn met Mindgym. ja, ja, precies hetzelfde. De, de besef uh, halverwege mijn twintig jaar zat ik zelf uh, ook in uh, niet lekker in mijn vel en nou, therapie gevolgd, dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam ook dat besef bij mij dat ik dacht: hé, dit kan je gewoon trainen ja. Dit kan je en ik vond het ook bizar dat ik pas 25 was of zoiets voordat ik dat besef kreeg. Nou, het is nog is nog relatief jong. Nou, vind ik. zeg, Ja, ja maar vind je, je zou toch je zou ja. toch. Ja. Je, je dat zou je eigenlijk op de basisschool nee. moeten weten. Nou ja, dat, je dat, dat je dat 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 te trainen is en dat dat het meest wezenlijke basale is wat je wat je zou moeten leren. Maar was dit ook een beetje? Want ik proef je ook een beetje. Ik weet niet of dat zo is. Uh, dat je nou ja, dus wel in therapie ging, uh, maar dat je eigenlijk dacht, het kan beter of zo. Ja, ik, ik, mijn eigen waarde liet ik afhangen van prestaties. Ja. En, uh, dat, uh, een innerlijke criticus die sterk was en ik had dat zelf gewoon niet eens door. Nee. Ik had gewoon niet eens door. Die stem die zat zo dichtbij me dat ik... Dat is gewoon wie je denkt dat je bent dan ook. Ja, dus ik, toen ik daar pas verandering in ging brengen, toen pas begon ik te merken van oh, ja, ja, ja. Ah, en dat is natuurlijk één aspect... maar er zijn natuurlijk veel meer aspecten die... Want even, ik, ik ken niet helemaal je tijdlijn als het gaat om wanneer je... want dat moet dan toch even gezegd worden. Jij was Milan in goede tijden, slechte tijden. Op, nou ja, in de tijd dat het huge was. Ja. Uh, en, en dus veel applaus kreeg. En daar, uh, nou nee, ja, ging je op zich lekker op. Maar dat was ook... Uh... Nou, te, daarna ging ik naar de toneelschool... en daarna ging ik nog door met spelen. Ja, maar toen ja, ja. merkte ik ook van... Ik krijg niet meer het werk wat ik werkelijk wil nee, en okay. ik sta er niet helemaal achter, nee. achter sommige projecten en, en ja, dan deed ik wel werk om geld te verdienen, maar ah, ik, voel, ik voelde mezelf ook een loser. Ja, oké. Okay. Ook ten opzichte van anderen, dat je denkt, ja, de, sta ik dit werk te doen, omdat ik zo mijn eigen waarde liet afhangen van… Van het applaus en van… Van prestaties ja, 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 ja. en dat er, dat er tijdens de borrelpraat uh, wordt gevraagd, hé, hey, wat doe jij eigenlijk? ja en dat je dan moet zeggen, ja, ja, ik zit daar en daarin. En dan schaamde ik me. Oh wow. En dan, of ik ging het verbloemen, of ik ging me groter voordoen. Ja, uh, ja dat soort. Maar waar kwam je mee in aanraking dan? Uh, hè? De, 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 daardoor ging je in therapie. Uh, maar jij ging dus ook zelf ook heel hongerig. Ja, nou, ik had een vriend, had ik een meditatiecursus cadeau gedaan. En die zei van, nou ja, dan ga je toch mee. met zijn zei, ik, nee, want een onzin. Het oh, kan. jij had het aan hem gegeven? Ik had het aan hem oh, gegeven wow. voor zijn verjaardag. Ja. Ja. Maarten Heimans. Oh. Ja, en uh, nou, ik had het hem gegeven en hij zei, nou ga dan mee. Toen zei ik, ja, ik, dan ga ik wel naar de sauna. Want ik had een redelijke beta-achtergrond uh, qua, uh, qua opleiding en, en mindset. En ik vond het een beetje onzin, dat mediteren. En toen ben ik die, het was een zen-meditatie, ja. ben ik toen gaan volgen. En toen was ik helemaal begeisterd. Het okay. werd ik een soort junk. Ja. Toen ging ik aan één stuk door, alleen maar mediteren. Heel ja. veel verschillende richtingen ook en heel veel getreid is en ik, ik werd ook echt een preker, zo'n vervelend. Oh, yes. Je weet dat, dat iedereen dat als je bij mij met een probleem kwam, dat ik nee, al... mediteren. Mediteren kom je ja, ja, alle ja. overal vanaf. Nou dat uh, de, de, ik denk nog steeds dat het goed is, maar niet uh, als een wondermiddel voor alles. Nee. Um, maar ja, ik, ik werd echt een junk, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat het als een katalysator een stroomversnelling ging in wat er mogelijk is en vanaf toen ben ik ook het uh, coachings en het trainingsvak ja. opgegaan binnen bedrijfsleven en daar heb ik ook ik heb me verder ontwikkeld ja en dat gaat heel mooi samen met toch ook wel uh, nou ja niet zozeer dat je acteert dat je een guru bent zo bedoel ik het zeker niet maar wel met presentatie ja vooral gewoon, nu ja toch ja want nu sta ik meer voor groepen ja en ik heb heel lang voor kleine groepen gedaan ja, okay. en op één op één en nu plotseling komt dat samen in dat ik bijvoorbeeld een theatercollege doe of dat ik uh, uh, en ja, Nu zijn het voornamelijk webinars, maar van die seminars met uh, groepen mensen dat ik ja. daar dat dat die lijntjes in één keer samenkomen dat met theater maken juist kan gebruiken om er om op het podium te staan. Ja. ja, maar ik vind het heel grappig juist dat je de zen aanhaalt en dat is ook voor mij in deze hele reis zeg maar is het altijd zo. Dat je, nou ja, dat of altijd, meestal zo. Dat je je mind, daar moet je het niet van hebben. Die moet je, die moet je loslaten. Hè? Je moet voelen. En dat ego moet je aan de kant zetten. En wat ik zo verfrissend vind aan jouw mind, Gym, sportschool voor je geest, is ook de ondertitel, is dat het juist heel erg. Ja, jij zegt gewoon de, de, de mind, daar moet je mee leven. Dus daar moet je het mee flikken. Maar dat is wel. Nou ja, ongeveer, het is niet het omgekeerde... maar ergens ook wel weer het omgekeerde van... ik noem maar Eckhart Tolle. Ja, nou in ieder geval... ik denk wat, wat misschien de gezamenlijke... wat we gemeenschappelijk hebben met al die dingen... is gewoon dat de kwaliteit van je leven... dat wordt bepaald door de kwaliteit van je geest. En welke route je daar dan in zoekt. Wat ik in ieder geval probeer te doen... is het zo eenvoudig mogelijk te maken... en dat het, dat het heel praktisch wordt. Omdat heel vaak als je bijvoorbeeld zegt... Ja, je moet van je ego af. Ja. Nee, ja het is een loze, dan is dat uh, vaak ja. ook een manier Denk hoe je juist ja. die ego versterkt. Ja, 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 ja zeker. Uh, dus um, en en uh, überhaupt zeg maar spirituele uh, ego of uh, ik, ik ben meer bijzonder mm. dan jij, want ik mediteer. Ja, bijnaar, dat soort. Ja, ja, ja. Dat soort ego, um, terwijl ergens. Ben ik er wel van overtuigd dat je ja een een een, een andere omgang met je ego, bijvoorbeeld met je ego dient te ontwikkelen, zodat je daar niet door uh, gevangen wordt. Nee. Op het moment dat het. En en uh, nou ja, dat is gelijk een mooie opening. Hoe? Hè, want jij, uh, jij zegt eigenlijk je moet dat je moet meer je je ego begrijpen hoe het werkt. Ja, en ego is ook weer zo'n woord. Ja. Wat is nee, dat dan Nee, precies. Oké, okay, je hebt het allemaal gelijk. Ja, maar, maar, maar leg het even uit. Uh, hoe jij het. Uh, nee. Nou, het ego is. <laughs> uh, kijk, dus heel simpelweg, als je het gewoon al hebt over de, de, de je, je innerlijke babbelbox, gewoon de de stem, de woorden, de. Mooi. Ja. ja. Dan, nou, dat, dat is al een hele belangrijke route in hoe je zorgt dat je beter met je geest omgaat en dat je dat beter onderhoudt. Hoe je die Woordenstroom, hoe je daar die beter in betere banen kan leiden, maar mm -hmm. er ook meer afstand van kan nemen. Ja. Dus eigenlijk twee basisroutes. Je wil zoveel mogelijk gezonde gedachten creëren, maar tegelijkertijd wil je ook de vaardigheid ontwikkelen dat je meer afstand kan nemen tot die gedachten. Waardoor je ze gewoon kan zien en denken: ah, gedachten. Ja, en, en soms zie je dat sommige methodes zich voornamelijk op één van de twee focussen, uh, en die hebben dan beide valkuilen die, als je ze samen neemt, juist ervoor kan zorgen... dat je ze, dat je van beide walletjes kan eten... en dat je juist de combinatie maakt het sterk. Juist doordat je afstand kan nemen... Ja. kan je ook makkelijker gezonde cre gedachten creëren binnen die... Maar ik vind het wel grappig, want eigenlijk zeg je hiermee gelijk van... en ik denk dat, uh, nou, dat is gewoon wel zoals het uh, werkt... dat het een soort duaal ding is. Terwijl natuurlijk non-dualisme is echt zo'n soort ding... Ja, en daarom, als we teruggaan naar de Zen, ja, ja er, ergens in alle, is alle wijsheid is een paradox. Ja. Toch? Ik bedoel, ja, 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 ja precies. In, in de zin van je kan, uh, als je er te lang over nadenkt, dan kom je altijd uit op een punt dat je denkt, ja, moet ik mijn best doen door niet mijn best te doen? Ja. Of, of zo dat je ja, denkt, ja, 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 en ergens ja. snap je het wel, ja, maar, maar het is, als, je, als je er ja. te veel woorden aan gaat leggen, um, ja. Oké, okay, nou laten we dan gelijk even. We gaan gelijk diep. Ik uh, hou van. Want kijk, jij hebt het uh, ook heel erg over. Uh, dat je. Uh, dat, dat, uh, ja, ik ben best wel streng voor mezelf. Mm -hmm. En dan uh, weet ik ook van jou onder andere. van hey, wees niet zo streng voor jezelf. Wees naar jezelf. Als dat je naar vrienden toe bent. Hè? De, ja. Daar kan je altijd heel goed aan uh, advies geven. Maar ik vind het ook. Ja, misschien ben ik gewoon wel eerlijker tegen mezelf... dan mijn vrienden of zo. Ik vind dat ook lekker om heel kritisch te zijn. Ja, gaan. dus waar het over gaat is juist... als je kijkt naar onderzoek... zijn mensen die nou, zichzelf vriendelijker... of met meer zelfacceptatie behandelen... Ja. die zijn, grappig genoeg... juist veel eerlijker naar zichzelf. En het, en het wonderlijke is ook dat uit die onderzoeken blijkt... dat die mensen ook meer aan hun gebreken werken. Mm -hmm. Dus juist als je ja. zou denken... Dus het is wel, het is juist veel kritischer, maar gemotiveerd vanuit, noem het liefde, ja. in plaats vanuit ja, 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 ja. angst en straf. Dus dat, de, het gaat om de basis die je, die je geeft aan hoe je jezelf corrigeert en hoe je jezelf motiveert. Als, als die basis klopt, dan kan je, kan je juist vele malen strenger naar jezelf zijn. Net als dat jij, als, als ik een goede vriend van voor echt een goede vriend dan weet ik je ook zeker. Van, doe even, ja, dan ja, geef je ja. hem toch een, scho een liefdevolle ja. schop onder mijn hol. Ja. Dan ga je toch zeggen, ja, het gaat heel goed ja. met je, maar uh, dan zeg je, um, uh, dan kom voor ja, jezelf op. Of? Maar ik heb toch ook wel gehad en ik moet zeggen dat ligt misschien ook gewoon aan het, uh, aan, dat, dat, dat heeft heel erg met blauwen te maken. Dat ik heel vaak, ja, daarin misschien wat te lief voor mezelf was en namelijk dacht van, nou, ik moet het echt minder doen. En dan vond ik alleen al de gedachte dat ik heus wel wist dat ik het minder moest doen. Dat was ja. al een beetje de juiste intentie. Dus dat was al wel genoeg. Ja. Dus. Dus het was eigenlijk. Dus een kon soort, ik opsteken? Een soort je? valse vriendelijkheid. Ja, 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 ja. Eigenlijk een hele kleffe leraar die dan. Zegt, ja, ja, ja. Net, dat je eigenlijk pappen en nat houden. Pap en nat houden. Maar ja, dat en is wel. Dat... zachte heelmeesters. Hmm. Daar gaat het. En dat is denk ik de allergrootste verwarring. Ja. Dat mensen okay. zelfacceptatie. Verwarren met toegefelijkheid naar jezelf. Terwijl het wat omgekeerde is waar, dus. Als je dus het echt accepteert. Als je echt accepteert en echt heel eerlijk kijkt naar jezelf. En werkelijk bijvoorbeeld je verslaving van ja. uh, blowen of dat je vindt dat je dat te veel doet. Als je daar echt eerlijk naar kijkt, is de kans veel groter dat je daar op een duurzame manier ja. mee omgaat. Maar. Ja. Maar dan is, dat is, een, dat is nooit een bodem bereikt. Dat je denkt, nou, nu heb ik mezelf geaccepteerd. Nee, 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 dat, oké. Okay. Of, je wil natuurlijk gaan voor onvoorwaardelijke acceptatie, zelfacceptatie. Maar uiteindelijk zal dat altijd een proces zijn, waarin je weer nieuwe dingen tegenkomt. Waarin je weer nieuwe lagen tegenkomt die, dat merk ik ook bij mezelf. Dan denk ik, oh ja, nou, ik ben wel gegroeid in zelfacceptatie, maar er zijn nog heel veel... Zaken waarin ik plotseling, waarin het, waarin ik merk van, oh, hier heb ik dan echt nog in te groeien. Wat noemen ze wat? Ik wist dat je. Niet <laughs> ja, meer ik ben ja, te muscleren. Ja. ja, dus um... toch wel. Een, ja, een strebertje zit in ons allemaal, toch? Ja, dat heb ik echt sterk. Dus, um... nou, ik, ik merk bijvoorbeeld tijdens deze winter dat ik iets meer af en toe iets meer somberheid heb... en en hoe ik daar dan mee omga. Uh, is nou, soms maak ik daar wat ruimte voor door ja. een meditatie mee te doen, maar soms kan ik net op een ongezonde manier uh, hard werken. En het patroon wat dan ontstaat als ik daarmee klaar ben, is dat ik mezelf ook weer op mijn laser geef. Ja, denk, ja, ja, ja. die game. Ja. Je, je hebt toch een boek geschreven? Ja, ja. Je weet het toch allemaal. <laughs> Waarom ga je dan de mist in? Oeh, ja, dus ja. en 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 daarin op het moment dat ik daar uh, dat ik dat zie, dat patroon de momenten dat ik daar juist op een constructieve manier mee om kan gaan, dat biedt dan weer heel veel verlichting. Maar ja, er zijn ook zulke momenten nee. dat dat niet gebeurt. Of dat nee. dat, ja, dus het is altijd een, een oefening, een intentie. Maar nog even terug, want ik dat is dat geeft mij een hoop uh, ruimte in mijn hoofd. En ik snap wel wat je zegt. Dat dus wat ik vroeger deed met dat blowen, dat was helemaal geen zelfaccepteren. Dat was dat was ja, dat was een valse zelfacceptatie. Want, want jij zegt eigenlijk: je kan niet naar jezelf liegen. Werkelijke zelfacceptatie is radicale eerlijkheid. Ja, ja. en, en ik, ik snap ook heel goed wat jij omschrijft: van dat je al tijdens zo'n blow denkt. Ik heb in mijn 20 jaren ook gebloot. Ja. En dan merkte ik ook: dan stak ik hem op. En dan inderdaad die gedachte van: nou ja. Het mag nog bij ja. Even genieten. Ja. Als je maar ja, weet ja. Hè, je waar, maar. waar andere mensen, want dan ga je ook weer de, ten opzichte van anderen. En ja. die denken, ja, maar die doen het allemaal ja. veel meer. En die ja. hebben het allemaal niet zo goed voor elkaar in het leven. En jij hebt dat wel. Dus hey, ja. wees lief voor jezelf. Ja, ja. ja. Uh, ja, ja. 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 Maar ja, En dat, bedoel, dat laatste, wees lief voor jezelf. Nou ja, dat is ook echt wel wat je moet doen. Alleen is het dus de vraag, hoe defineer je wat lief is? Ja. En. en Werkelijke dat is meer tough love van werkelijke liefde is soms juist heel hard zijn. Ja, zoals je dat een, gezond toch weer manier. die vergelijking met die goede vriend waarbij je dat heel goed aanvoelt. Ja, dan is het zo ja. zonder klaar of, of mijn kind. Ja. Ja, dan is het dan is het zo helder. Dan, dan twijfel je geen moment. Nee. Maar dit zijn dus inzichten die jij uh, nou ja, die je die 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 vergaai je of die, die verkrijg je dan? Ja, hoe, was dat heel erg met die zen-meditatie? Of was, ja, wat, wat gaf jou deze verdieping? Want jij hebt het echt... Ja, zen-meditatie hielp me op weg. En daarna heb ik dus heel veel verschillende meditatierichtingen... Uh, met verschillende leraren. Mm -hmm. En ik heb ook... Ik heb gewoon gekeken, hé, hey, wat werkt er? Ja. En daarin opleidingen gevolgd. Dus ik heb bijvoorbeeld nee, uh, nou, vorig jaar een opleiding gedaan in systemisch werken... Van, uh, nou, hoe je... Oh, je blijft ook doorgaan, want ik zag wel dat je inderdaad uh, ja, op een dus, gegeven uh, moment uh, een, een mindfulness uh, certificaat achter iets uh, haalde. Ja, ja, mindfulness training. Ik heb ook, ben ook opgeleid tot compassietrainer, oh, wow. wat minder bekend, maar ja, ja, wel vet. dat gaat dus veel meer over hoe je op een constructieve manier kan omgaan met je lijden, maar ook meer openstaan voor de pijn en moeilijkheden van anderen en hoe je daar meer... Um, nou, hoe, hoe je meer je mouwen kan opstropen... om dat ook daadwerkelijk aan te pakken. In plaats van weer... lief Terwijl ja, werkelijke compassie is juist... Hey. Ja. het recht in het... recht, recht aankijken. En daar en niet voor weglopen. Nee. Ook niet in jezelf, maar nee. bij anderen. Nee. Nee, dit is een goede, Want dat is natuurlijk wat vaak wel... Uh, verward wordt, weet je wel? Met, met, met pleasen en duidelijk zijn en, en vriendelijk zijn. Uh, maar dan, ja, nee, ja, je noemde het net al pap en nat houden. Terwijl als je echt vriendelijk wil zijn, dan ben, ben, je, ben je gewoon super duidelijk. En misschien daardoor, nou ja, wel wat botter of. Uh... Ja, ja, daar, voor, ja ik, ik weet niet. Wat is bijvoorbeeld een rolmodel voor jou? Wat is echt een held of een voorbeeld? Uh, op welk gebied? Op gewoon. Uh... Nou, iemand waarvan je denkt, die heeft wijsheid, die heeft karakter. Nou, ik vind hij is hier laatst geweest en ik moet eraan denken, maar voor mij is hij ook bijna heilig en een soort onaantastbaar, dat ik bijna denk: kan dit wel? Vind ik Arie Boomsma. Oh ja, ja, vind ik altijd echt. Ja. Maar ik, ik kan er bijna niet bij, omdat ik dan ook dan ga, dat ik was echt bijna geforceerd op zoek naar. Een soort, een soort ja, ja, ja. donkere kant. <laughs> ik heb dat ook als met gezien. Dat ik, met ik met gewoon dacht van ja, maar hij zei echt. Ja, in al, ja, ik, ik, ja. ja dat, is, dat heb ik ook met hem. Dus dat is wel iets. Ik weet niet of ik nou helemaal hem wil zijn. Maar nou ja, weet je zeker. Ik ben ook lekker aan het sporten. En dat is hij natuurlijk al helemaal. Ja, dus en als je naar hem kijkt. Ja. Is het dan dat je denkt, nou, hij is vriendelijk, maar ook krachtig. Ja. En eerlijk. Ja. En, en, ja. En, en oprecht. En. Nee, want hij hij zegt, staat zijn mannetje, ja, hij dat streng. is streng. Hij zegt op dingen nee en zo. En dan ja. denk ik, oh, wat een gast. Doet dat op een hele respectvolle ja. manier. Ja, ja, precies. Hij zegt niet nee, maar, maar hij doet het zodanig. Ja. Dus dat, daar, daarin zie je, vind ik, hoe mooi het is... als je als vriendelijkheid hand in hand gaat ja. met kracht en uh, ballen. Ja. Wie is, uh, om gelijk even te kaatsen, ik vind het een mooie vraag... Wie, wie is voor jou een voorbeeld? Ja, dat zijn er... Meer, ik heb zo'n okay. zo lijstje thuis ook. Oh, het echt? is zo'n uh, met allemaal fotootjes. Van oh, verschillende... echt een moodboard van guys. Dat uh, ja, is ook vanuit de, de onbewuste beïnvloeding: van als ik mediteer, dan staat dat ook bij me in ja. de buurt. Dus ik moet nu weer een nieuw bordje, want het, daar staan eigenlijk alleen maar mannen op. Okay. Maar ik was nu van plan ook een vrouwenbordje te ja, maken ja, met ja, vrouwen ja. erbij. Er moet ook zeker iemand genderneutraal in. Gewoon, ja. uh, nee, flauw. <laughs> nee, maar serieus. Ik dacht, ah, er zijn best wel veel vrouwen. Nou, op, de, op, op, die, op, de, op dat lijstje... En daar staat bijvoorbeeld Frits Koster op. Nou, uh, Frits Koster, ja. Dat is voor jou... Ja, dat die... Uh, uh, kwam je die gelijk tegen... toen je, zeg maar, vanuit de therapie... meer in zijn ging met die vriend? Uh, nee, die kwam ik iets later okay. tegen. En de, daar heb ik veel getreten bij gevolgd. Die heeft mij ook begeleid in het compassietrainer. Mm. Dus hij is ook heel erg bedreven op compassie. Wat is uh, een wat grootste vraag, maar misschien, misschien schiet er iets binnen. Wat is nou echt wat Frits Koster jou geleerd heeft? Mm. Ik denk, waar we het net over hadden. Mildheid kan samengaan met kracht. Ja, oké. Okay. Nou, en de, hij is echt een belichaming daarvan. Dus okay. Ergens geloof ik van dat je werkelijk iets leert in die, in die leerling-leraar verhouding in hoe iemand is. En niet zozeer wat hij zegt, maar meer dat je door veel met diegene om te gaan, zijn belichaming ervaart en daar iets, nou, daar iets van meekrijgt. Dus dat, dat heb ik dat nog steeds. En, en want dit is een, een mooi inzicht, maar je moet het ook echt voelen hè, door, hè, door daarna te leven. Hoe, hoe kan je nog herinneren hoe hij dat... Uh, jou, jou, jou liet voelen? Nou, als voorbeeld, hij zei eens tegen mij, uh, hij zei meteen, we waren aan het praten en, en vrij snel zei hij, uh, je ziet er wat mager uit, eet je wel genoeg? Nou, normaal als je zoiets zegt tegen iemand, ja, dan... dan... Best heftig, ja. Of ja, zoiets. maar ja. Ja, op, op de manier waarop hij dat doet, Eigenlijk voel is het super lief, ja, ja, ja. Het is, zo, het is ja. eigenlijk het argument van, je hebt een stinkende adem en ik zeg er wat van. Ja. En Wat? hij, ja, ja. Ja, ja, hij, hij, hij doet het op zo'n liefdevolle ja. manier dat je, ja. dat je, dat je denkt, nou, dank je wel, ja. dank je wel. Ik ga weer een hamburgertje eten. Ja. Van ja, ja, mooi. Ja, dus. Uh, Oké, okay, dus Frit staat op jouw uh, bord of een uh, nou ja, board. Wie, wie, wie nog meer? Er uh, staat, uh, ja, dit, dat is een uh, Darren Brown staat er ook op. Dat is een heel ander iemand, maar die vind ik zo. Ja, dit is, ik weet niet of je hem kent. Ja, is toch die hypnose guy, niet? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En wat ik zo fantastisch aan hem vind is, nou hij zet zijn mentalisme, ja. uh, zet die in, ook nu vanuit het goede doel van hoe zorg je ervoor, nou eigenlijk die psych psychologische mechanismes. Precies. Hoe kan je die nou eigenlijk tot je voordeel gebruiken? En dat doet hij op een hele entertaining manier. Dus als ik naar hem kijk, denk ik, oh, dat is mooi, de verpakking. Oh, Het wow. gaat dat over is, ja, ja, ja. entertainment in een mooie vorm, maar hij brengt wel iets waardevols. Dit vind ik, en dat inspireert jou om hetzelfde te doen met jouw boodschap, waarbij je wel Juist. denkt van, hé, hey, het moet ook leuk zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja het ja, gaat ja. ook om dat jasje. Je ja, kan niet goed. alleen maar, dus ik zie zijn showmanship en hoe hij dat aanpakt. Ja, ja. Dat vind ik prachtig. En dat, ja, daar ben ik ook altijd zelf naar op zoek in mijn boeken van, en in, in mijn lezingen van, hoe zorg je nou voor dat een publiek, gewoon een leuke avond. Ja. Dat is het überhaupt of uh, prettige leeservaring. In plaats van alleen maar een leraar die even iets uitlegt en uh, boring. Ja, ja, ja. ja Oké, okay, ja, ja. ja. okay, laten we nog één. Uh, kom... <laughs> ik weet niet hoeveel koppel, maar ik vind het heel, uh, ik vind het echt gaaf. Ik um, heb, uh, ja. ja, nou er staat ook één op, en dat is. Ik weet niet eens of ik hem goed zeg, maar daar, daar staat een, um, uh, een, een. Ik weet niet eens hoe die heet, maar er staat van, dat is een documentaire dat heet Keep On Going. Mm -hmm. Misschien kunnen jullie het even opzoeken. Ja, keep, ja. On, go and keep on going, keep on. Nog iets. Ja. En het gaat over een uh, jongen... en die begeleidt een bijna blinde trompetist... die heel oud is. Oké. Okay. En hij leert nog van die trompetist. En hij komt daar dagelijks... of uh, drie keer per week komt hij er langs. En hij, vertegen hij, hij vertegenwoordigt voor mij echt... de eeuwige leerling. Blijven leren, ja, ja. Ja, dus ja, ja. als ik... en, 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 en een soort nederigheid die zowel die leraar als die leerling naar elkaar hebben. Mm -hmm. Wat ik ontzettend mooi vind. Dus dat, daar staat ook uh, daar op het lijstje staat bijvoorbeeld ook Einstein op, maar puur echt vanuit het idee omdat hij uh, aanmoedigt van blijf spelen ook in je geest. Ja. Zorg ervoor dat je nou, dat je, dat je, je speelsheid en je nieuwsgierigheid, dat je die blijft voelen. Ja. Dat, je die, dat je die blijft... Um, ik vind het lekker, want daarmee krijgt de zelfcriticus, of in ieder geval degene die een, zoals je er net zo mooi zei, een liefdevolle schop om die hoog heeft. Uh, dat, dat zit hier ook een beetje achter. Blijf leren, maar zonder dat er heel erg dwang bij zit, eigenlijk. Ja, en, en nou, bijvoorbeeld, Einstein, die, die, die is heel nieuwsgierig naar alles om hem heen. Alleen, ja. er is, als je het over de grote black box heeft, nou waar is die is dichterbij kan die niet zijn dan je eigen hoofd? Nee. Daar, dat is toch fascinerend ja, ja, ja. dat je. Door je aandacht naar binnen te richten, ja. zo mega veel kan ontdekken. Ja. Dat is toch een. Ja, ja. Eft, het is gewoon een Efteling. Ja. Een bewustzijn-Efteling. Ja. Dat is het waar je. Mooi waarin, gezegd. Ja. En, en ook, ik moet zeggen, die, ik heb gewoon een soort boekje met. Nou ja, noem het affirmaties... Maar het, is niet, nee, het zijn niet maar affirmaties... Maar wel met een soort nou ja, wijsheden uit boeken. Uh, waarbij jij er staat, die staat ertussen, omdat dat namelijk dat thuis voel in je eigen geest. Ja, ja. En dat is echt, ja nou, dat heeft mij heel veel, uh, uh, ja, nou ja, niet per definitie gelijk rust gegeven, maar wel dat ik dacht van, ja, dat is waar naar je op zoek bent. Ja. Dat je gewoon dat je dat je altijd welkom voelt in je ja. eigen hoofd. Ja. Ja, inderdaad. Dat is toch het. Ja. Ja. Dat, is, dat is wat we uiteindelijk diep van binnen toch zoeken. Mm. En wat volgens mij ook heel erg samenhangt met: als je werkelijk uh, de wereld gezonder en de, de keuzes die je maakt, als die, daar heb ik echt een, een geloof in. Misschien klopt het niet, maar ik geloof dat. Daan toch en dan is het zo? Ja, ja, ja wat je ja. gelooft is zo, toch? Ja, ja van op het moment dat je werkelijk zorgen draagt voor de wereld de ander, en uiteraard ook voor jezelf, uh, dan gaat dat ook vaak samen met. Je meer thuis voelen in je eigen geest. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld überhaupt al meer voor de ander over hebben of werkelijk iets voor de ander doen uh, zonder iets terug te verwachten, geeft uiteindelijk veel meer helderheid ja. in je geest. Nou, dat is niet zomaar nee, dat dat nee, nee, zo nee. Uh, geprogrammeerd is. Maar even dan, en ik, ik voel hem hoor, maar ik stel de vraag toch, juist omdat ik hier zelf en mee bezig ben en uh, misschien anderen ook. De, de, dat thuis voelen in je eigen geest. Versus, ja, het is dus niet echt een versus, maar dat, dat wil ik je gaan vragen en uitleggen. Uh, je kan altijd blijven leren. Dat laatste, dat ligt heel dicht tegenaan. Ja, ja, het is ja, nooit ja. goed genoeg. Ah oh, ja, ja, ja. Snap je? Ja. En, en dat vind ik nog wel eens. Uh, nou ja, wat ik hier met koekoeroe ook heb. Dat, ik heb dat woord zelf verzonnen, omdat het gaat over je inner hmm. guru, Omdat ik wel. Wil uitstralen dat je eigenlijk is het altijd al goed. Je bent al goed genoeg. Mm. En dat is nog wel eens een beetje de valkuil van menig zelfontwikkelingstoestandje. Ja. Dat het eigenlijk uitgaat van: uh, ja, het kan beter. En het kan ook beter. Je moet ook blijven leren, maar snap je? Dit is een, ja. een dunne lijn. En dat is inderdaad weer die paradox. Ja. Van ergens is, is inderdaad geluk is te willen wat je hebt. En te zijn wie je bent. Maar met de voetnoot, met de ontspannen wens. Ja. Tot groei en ontwikkeling. Maar voornamelijk met het, ja, 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 ja. Met het woordje de ontspannen. Mens. Ook weer eigenlijk met de acceptatie van hoe het nu is. Ja, eigenlijk een, een boer die zijn land inzaait. Die, 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 die accepteert dat het zo is. En die heeft zijn best gedaan. En nu maar hopen dat er een goede oogst uitkomt. Ja, meer kan je niet doen. Meer kan je, terwijl je, als hij er elke dag bij gaat staan. Goeie, ja, goeie, ja, goeie. Ja, ja. Goei. Ja, dat... Je hebt gedaan wat je kon. Of je doet wat je kan. Ja, maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want ik denk dat de basis. Of wat heel veel zelfontwikkeling en zelfhulp, uh, dat daaronder vaak de, 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 de onderstroom is, ik ben niet goed genoeg. Nee. En als ik maar dit boek of ja. deze methode... En dan is het nooit goed genoeg. Nooit. Dan nee. is, dat is een verslaving. Ja. En dan zie je dat dit soort boeken ook ja. een vorm zijn van vlucht. Ja. ja ik denk, je, nou ga ik dit boek doen? Dan ga ik dat boek doen, die training, die ja. ding. Terwijl de basis van weer. Um, en ik denk ook als je het hebt over. Nieuwsgierigheid, de grootste vijand van nieuwsgierigheid, is niet goed genoeg zijn. In, in de zin van. Ja, hoe bedoel je dat? Um, nou, uh, puur van het, het besef van niet goed genoeg zijn en alle negatieve emoties die daarbij komen, wat, wat zor, waar zorgen die negatieve ja, emoties ja, ja, ja. voor? Dat je aandacht smaller wordt. Ja, dus, beperkend, ja, ja beperkend. Nou, ja. wat is nieuwsgierigheid? Dat is het opengaan van de aandacht. Ja. Dus dat ja, kan heel ja, ja, ja. moeilijk samengaan. Dus op het moment dat je die speelsheid en die nieuwsgierigheid wil opzoeken, moet je in ieder geval ervoor zorgen dat het blik. En dat bedoel ik niet dat je je daardoor niet onprettig kan voelen of somber, maar meer dat, um, nou, dat je vrijheid kan vinden in die ervaring. Ja. En juist het accepteren van een negatieve ervaring is in essentie al eigenlijk een positieve ervaring. Ja, 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 ja. ja dus dat is. Nee, ja, dit, ja. Dit, 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 uh, ik heb een tagline, dat zou jou aanspreken, want jij ja, vind jou echt ook een paar hele mooie lines hebben in je boeken en in je presentaties. Maar koekoeroe is er niet zozeer om je goed te laten voelen, of om beter te laten voelen, maar om beter te worden in voelen. Oh mooi. Omdat, ja. Uh, dat is ook inderdaad wel een soort focus, dat het alleen maar gaat over geluk en. en, en pff, terwijl, ja. Hoe gelukkig kan je zijn als je intens ongelukkig bent? Zal ik maar even zeggen. Of als je heel ja. erg huilt, bedoel ik eigenlijk meer. Ja. Of verdriet heb, verdriet. Ja, ik kan daar... Nou, als ik kijk naar het overlijden van mijn zus en mijn vader. Ja, dan kan ik gewoon oprecht dankbaar zijn als ik ze mis. En dan, hmm. dan kan ik er echt een traantje om wegpinken met iets kleins. En tegelijkertijd ben ik dan... Ja, gelukkig is dat misschien een beetje gekke term. Maar zo ervaar ik het wel. Ja. Gewoon... Ja, omdat ze er dan even ja. in mijn gedachten zijn of zo, weet je wel. Ja, mooi. Ja. Um, ik wil toch even lekker technisch, want uh, dat vind ik mooi. Jij hebt... Uh, ik weet niet of, of, of je dat zelf bedacht hebt... of dat dat gewoon echt een soort feit is... dat er vier circuits zijn in je... Ja, nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Nee, oh, dat, dat is nee, gewoon Dat, een feit. Is, echt, uh, dat ja, is gewoon, ja, dat is feit, gewoon nou ja. wetenschap Ja, van... dat is professor Richard Davidson. Die okay. heeft dat uh, voornamelijk... Er, er zijn meer onderzoeken voor... maar die heeft dat, dat een gelukkig brein valt onder te verdelen in vier breincircuits. Alleen een gelukkig brein? Of uh, een nee, brein? Uh, nee, inderdaad. De, de, de factoren om een gelukkig oh, ja, brein okay. te trainen... zijn ja. het aandachtcircuit... het veerkrachtcircuit... het positiviteitscircuit... het altruïsmecircuit, het duur woord voor vriendelijkheid. Ja. En die vier circuits die kun je net als... Uh, nou, als in de sportschool... Uh, kun je die trainen. En dan kun je goed zijn in één circuit... slecht zijn in een ander. Goed Precies. zijn in cardio, slecht zijn in... Ja. in kracht. Nou, en als je dus een allround sporter wil worden, dan wil je al die vier de circuits trainen. En ze correleren dus ook met verschillende delen van de hersenen. Je kan niet zeggen van, nou, met één oefening pak ik al die vier de circuits. Je hebt andere oefeningen nodig ja. om die circuits te trainen. En je moet, of ja, je moet. Het is dus het beste om ze dus ook alle vier een beetje te trainen. Uh, want dan, dan heeft het ook effect. Dus als je alleen maar je aandachtspier heel sterk maakt, maar je doet niks. Ja met veerkracht of positiviteit of ja. wat er is, en, met... en, en, en op bepaalde manieren hangen ze natuurlijk wel veel samen. Ja. Op het moment dat je een sterke aandachtspier hebt, dan kun je bijvoorbeeld veel moeilijk, veel makkelijker jezelf motiveren om bijvoorbeeld een dankbaarheidsoefening te doen die weer correleert met positiviteit. Ja. Of, of ja, ja. Je, je weet wel, de, de, het is vaak ook helemaal niet moeilijk om, om dankbaar te zijn, zoals je het omschrijft, maar vaak zit die moeilijkheid erin jezelf te kunnen herinneren ja. dankbaar te zijn. Nou, op het ja. moment dat je dan een sterke aandachtsspier hebt... dan is het makkelijker om jezelf te herinneren in de waan van de dag... Ja. dat je die dankbaarheid wil trainen. Maar om er toch even met de aandachtsspier te beginnen... want dat is ook de eerste en jij zegt... die is wel van belang ook voor het trainen van die anderen. We zitten daar uh, natuurlijk ook in de meest verneukeratieve tijd ever... Het is een uitdagende tijd. Ja, ja, omdat, ja, omdat de aandacht... Nou ja, ik, 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 ben, ik, ik kijk gelijk <laughs> naar mijn mobiel. Uh, omdat die er natuurlijk eigenlijk voor zorgt... in de basis dat ik totaal geen aandacht heb. Of anders ja. dat ik in ieder geval de hele tijd word afgeleid. Laat ik het zo zeggen. Ja, het is echt een afleidingsmagneet. Ja. Waar een uh, leger van mensen alleen maar bezig zijn... hoe gaan we dat ding zo verslavend mogelijk maken. Ja. Ja, goed, als het dat alleen maar was... dan had ik heel erg kunnen zeggen... Nou, ik hoef hem niet. Ja. Maar ja, het, het brengt natuurlijk ook veel. Ja. Uh, en sterker nog, ik denk ook voor dingen als positiviteit en altruïsme uh, kan hij ook positief werken. Dat maakt het zo. Hè, bij drugs kan je gewoon heel erg zeggen: Dit is slecht voor je, dus doe het niet. Uh, ja, het verdooft, dus je snapt hoe handig het is. Maar ja, nou ja, toch even. Uh, en, en daar staat ook jouw workoutboek vol mee, hoor. Maar toch even voor de luisteraars. Noem eens een tool om hiermee aan de slag te gaan. Ja, nou wat ik zelf een hele fijne vind is het vergrijzen van je beeldscherm, omdat we toch extra zijn. Dus op het moment dat je naar je beeldscherm kijkt en de kleurtjes zijn weg, dan oh. zijn mensen dus minder bereid om. Maar je bedoelt niet even alleen het licht. Je bedoelt ook echt je past gewoon je ja, ja, je, je plaatjes is, aan. Ja, dat weet ik niet meer uit je uit mijn oh. hoofd hoe je dat doet. Maar dat, dat kan. Dat staat in mijn boek. Ja, 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 nee, <laughs> nee okay. maar je, je, dat kan je ook op internet vinden trouwens. Ja. Dus je, je kunt de, de kleuren van je apps en alles, kun je vergrijzen. Nou, dat zorgt ervoor dat je minder vaak op je telefoon kijkt. Dat is een heel simpel trucje. Gewoon het minder leuk maken. Het minder leuk maken. Uh, ja. Dan heb je überhaupt heel veel apps die je daarbij kunnen helpen. Um, nou, deze heb ik ook wel vaker genoemd uh, in interviews. Maar ik blijf het een hele sterke vinden. Is dat je op je, op je duim het woord aandacht schrijft. Yeah. En elke keer als je mindless je, je telefoon wil openswipen, dan lees je eerst even dat woord aandacht... Maak je daarna bewuste keuze van: hé, hey, doe ik het dan nou wel, doe ik het nou niet? Beide is oké. Okay. Gaat weer niet om van: het mag niet. Nee, maar nee, nee. Meer, ja, uh, en daarna heb je weer even een mini-workout voor die aandacht. Zodat je bewuster keuzes kunt maken gedurende de dag. En blijft dat werken, want ik ben zo bang dat je dat op een gegeven moment toch verliest. En je, ja, je niet meer de aandacht hebt voor wat er op je duim staat. Ja, dus inderdaad, we wennen snel. Ja. Dus dat is inderdaad iets wat in een opstart kan geven. Ja, precies. Het om... traint je gewoon en dan moet het een beetje van nature gaan. Ja, of dan moet je weer een andere, een ja, andere ja, list ja. bedenken. Um, en bij dit soort dingen is denk ik ook heel simpelweg... Uh, ja, zorgen dat je er minder mee in contact komt. Dus ik heb zelf een, een, een regel dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon in een kastje doe. Dat is de 20-seconde-regel dat je... Nou, dat, dat, als je er te lang over doet, onze hersenen zijn liever mm. lui dan moe. Dan ben je het alweer. Ja, dan denk ik, moet ik ook uit, uit dat kastje pakken, vervelend. Dus dan pak ik het gewoon minder snel en ik vergeet het ook. Dus het gaat volgens mij ook veel meer over jezelf te slim af zijn. En je, de, heel veel van die tips die kennen we natuurlijk ja, al. Ja, ja, ja. Er zijn geen notificaties nee, en nee, nee, dat nee, soort nee. Uh, ik weet niet wat jij doet om het. Nou, ik ben, ik sta echt als het daarom gaat sta ik echt aan het begin. Uh, omdat ja, ik ben gewoon nog vet eraan verslaafd, laat ik er gewoon eerlijk zijn. Ja. En 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 ik voel wel aan alles dat dat daar. Waar ben echt... je het meest aan verslaafd als je je telefoon open doet? Nou, aan het uh, aan het gewoon kijken naar updates die we eigenlijk niet uitmaakt. Dus het is echt een, een hele holle. Uh, ja, echt. Uh, ja. Dus, dus dan ga je gewoon scrollen op je timeline. Of je gaat naar sites waarvan ik ook eigenlijk denk: Oh, hier staat alleen maar pull-up. Uh, ja. Maar dan toch gaan bekijken. Ik heb met een vriend, heb ik, afge ik Daarom stel ik het even voor. Ja, ja. ik weet nooit of dit eruit kan komen. Maar ik heb een uh, uh, paspoort van mijn vriend. Van een vriend van mij. Uh, dat hij per dag 30 minuten op Instagram kan of zoiets. En als hij dat wil, dan moet ik hem het paspoort, ge oh, paspoort wow. geven. Oh, wow. En dat is ook echt, dat zit waterdicht. Hè? Dus ja, je kan er ja, ja, echt ja. niet in. Als ik Jezus, niet. Ja. Dus ik wil het best ja, aanbieden Maar zo, ik, kijk, het voelt <laughs> gewoon een beetje dat ik denk, dat had ik ook inderdaad met op je duim schrijven. Ergens denk ik er nog van, nou gast, uh, je staat er toch wel boven. Als jij gewoon niet zo lang aan je telefoon wil zitten, dan doe je dat niet. Ja, maar dat is dus niet eerlijk. Dat is omdat... niet eerlijk. Nee omdat dus je neemt het op tegen, ja, ja, ja. tegen zo'n superapparaat van ja, ja. Uh, gedragswetenschappers... Die, ja. die duizenden uren meer verslavend hebben proberen ja. te maken... dan een fruitmachine in, uh, ja, in, in Las ja. Vegas. Dus het is gewoon niet fair om te denken dat nee, je dat true. puur op basis van... Maar hoe doe jij dat dan als je hier dus heel goed mee omgaat? Maar plan je dan ook tijd in wanneer je er even in mag verdrinken? Nou, ik vind het ook nog steeds een uitdaging dus ik ik, ik ben ook steeds voor mezelf op zoek van hey, wat is een goede balans tussen nou wel op instagram volgen uh, wel kijken ja nou bij, bij mij ik heb veel gesnoeid dus ik, ik ik kijk eigenlijk nog maar op twee dingen op whatsapp en instagram en ik heb alle groeps apps heb ik eruit gegooid ja dus ik zit niet meer in groeps apps nou dat is dan weer zo'n stapje ja, wat ja helpt. nou ja uh, maar dan even, dat zeg ik ook een beetje als nieuwsjunkie... of wat dan de laatste tijd al een stuk minder eigenlijk. Maar ja. je, dus die, op jou geen nu.nl, telegraaf, nee, en ad? Nee, ja. als ik ergens verslaafd aan ben, is het wel nieuws. Ja. Ik vind bijvoorbeeld CNN kijken zalig. Oké. Okay. Bijvoorbeeld met Biden en Trump. Ja, ja nou, gewoon die zit je je hele nacht. Lekker, okay. lekker, lekker kijken. Ja, ja Dat ja, ja. vind ik zalig. Dus... Maar goed, dan, dan, dan kies je daarvoor en dan is het ook goed. Ja, en ik heb ooit eens uh, gehoord van een uh, Dobelli, heet hij in een mooie podcast en die zei: heb jij ooit heeft ooit één nieuwsbericht jouw leven verbeterd? Oh verbeterd, ja ja, nee, okay. Heeft ooit één nieuwsbericht echt jouw leven verbeterd? Toen dacht ik, nou dat zijn er wel bar weinig ja. als ik daar zo over nadenk. Of je leven ten goede verandert. Dat dacht nou, ik. Ja. Dus ik heel vaak denk ik ook aan dat zinnetje ja. als ik dan weer naar CNN ga. En... Ja. Maar. De, de, ik ben geen heilige, want ik kijk nog steeds. Die apps heb ik eraf gegooid, maar ik kan natuurlijk wel via mijn browser. Maar dat scheelt dan ook. Ja, dat is wel anders. Eén ja, ja, ja. keer per dag of zo. Ja. En, dan, uh, en dan zie ik het ook als een soort verwend momentje. Ja, nee, exact. Dat is dan ook wel. Dat is ook, dat is ook lief zijn voor jezelf. Maar hoe, uh, toch even dat onderwerp. Uh, hoe zie jij dan? Hoe heb je dat afgelopen tijd gedaan? Uh, want je bent ook geen struisvogel. Dus hè, we leven in een tijd. Ja, ik weet niet inderdaad of het nieuws daar nou heel veel aan toevoegt. Maar hè, ik hoop nog steeds dat als mensen dit horen dat ze denken, hè, corona, wat was dat ook alweer. Ja. <laughs> nou, dat is mijn ervaring als ik tegen mensen zeg. Uh, ik, ik, ik heb geen nieuws-apps. En ik volg ja. geen nieuws. En zeg, ik, maar, maar ben je dan niet op de hoogte? Ja. Terwijl de meest basale dingen of de meest belangrijke dingen, die kom je altijd wel ter oren. Ja. Zoals de lockdown. ja uh, ja dit uh, Nee, precies. Oké. Okay. Uh, dan uh, een van die vier circuits, de laatste. Jij zei al een duur woord voor dankbaarheid. Altruïsme. Altruïsme, vriendelijkheid. Vriend, oh, vriendelijkheid, ja. ja. Kijk wat ik er uh, ja, best wel moeilijk aan heb gevonden. Want dit woord kwam vaak langs uh, met Serious Request, onze glazen huisactie toen ik bij 3FM werkte. Mm. En ik vond dat altijd een beetje dat ik dacht, ja, ja, ja. Want ik wist ergens, en daar gaat het misschien in de wazel om, echt wel dat ik het vooral deed. Ja, om het Rode Kruis te helpen. Om, we hadden elk jaar een ander thema. Dat was wel echt ja, voor mezelf oprecht waarom ik het deed. En natuurlijk hadden we daar een leuk concept omheen bedacht. Maar dan zijn er natuurlijk altijd dan mensen die dan heel erg gaan zeggen. Van ja, maar ja, uh, je doet het vooral omdat oh, je maar jezelf een goed, maar goed gevoel te ja, krijgen. ja, Wat ja. ook waar is. Ja. Want je ja, voelt dus... jezelf beter. Ja. Ja, ja, dus in, inderdaad, in de hersenscans hebben ze gezien dat op het moment dat je stiekem iets terugverwacht, dat dan uh, dit circuit veel minder oplicht. Dat je het veel minder ja, trekt. Ja, ja, ja. Nou, als ik jou zeg van dat je een brandend huis ziet en er zit een kind in. Wat ja. doe je dan? Daar red ik dat kind. Daar red je dat kind. Ja. En als de plaatselijke journalisten achteraf aan je vragen... Ja, waarom heb je dat gedaan? Zeg je dan? Ja, ik wil een heel prettig gevoel hebben. Nee. Nee, dan zeg je ja, ik heb het gewoon gedaan. Ja. Dus daar zie je dat dat altruïsme-circuit... dat dat automatisch werkt. Ja, maar oké. Okay, maar en, in, dit, deze, in dit voorbeeld... Ja, dus, is er en, geen tijd om over na te denken. Maar als het absoluut, gaat over... Dus hoe gaat het dan hoe, met zo'n serieus Ja, met testen. goede doelen. Maar meer om zit. aan te geven... dat dat positieve uh, gevoel ja. wat ontstaat... Dat, dat is een bonus. Dat is ja. een bijgevolg. En ik denk dat de training van je geest zit er maar in... dat er altijd een gedeelte egoïstisch is... en altijd een gedeelte altruïstisch is... Maar dat je zoveel mogelijk ziet dat dat gebeurt. Dus eerder eer überhaupt het besef van eerlijkheid. Hé, hey, wat is de verhouding? En daarna de keus maken om zoveel mogelijk in te zetten... en te focussen op dat gedeelte wat wel altruïstisch is in pure, jezelf. Want ja, ja. natuurlijk heb je die andere kant ook. En uh, uh, de ego kant of dat je denkt... nou, kijk mij eens goed doen hmm. uh, met deze series. Of wat ben ja. ik toch een topper. Nou, dat is prima dat dat er is... Maar jouw invloed zit hem in, hey, waar ga je meer focus aan besteden? En waar ga je meer, waar ga je, wat ga je meer voeden? En door dat te doen, uh, groeit, als we het weer over training hebben, ja, train ja. je juist dat gedeelte. Ja, 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 ja. Uh, en het, uh, wat totaal averechts werkt, is jezelf natuurlijk afstraffen of stom vinden, dat je ook die egoïstische kant hebt. Want dan, ja, dan wordt die echt groot. Ja. Yeah. Dan gaat hij juist weer groeien. Dan ja. is het benzine om ervoor ja, te zorgen ja, ja, ja. Dat, je, dat je eigenlijk in een soort spiegelbalans ja. belandt. Van oké, okay, nou moet ik goed doen, maar ik mag niet uh, egoïstisch zijn. Nee, maar uh, maar ja, ik... Je mag gekken mee maken. Ja, dus ja. Je, je, hebt ja. Überhaupt ook geen, je hebt überhaupt geen nee. invloed nee. of je innerlijke vrek opkomt. Nee. Maar je hebt wel het vermogen om er niet naar te luisteren en, en hem links te laten liggen. Ja. En jij zegt dus eigenlijk, en die kennen we allemaal wel of niet, maar er zijn ook genoeg mensen die wel inderdaad heel erg shine met, ach kijk ze toch eens een goede doelen geven en, en goed zijn voor de maatschappij. Jij zegt eigenlijk daar zal daar ja dat zal gewoon minder fijn of goed werken in je hersenen, uh, omdat ja je kan niet tegen jezelf liegen als dat ego groter is dan het pure altruïstische. Ja. Ja. ja dus puur dus werkelijk uh, iets iets voor de ander doen zonder echt iets terug te verwachten. Dus ja. soms zie je ook dat mensen heel veel geven. Mm -hmm maar dat ze er ergens geven om zelf een nee, gat dat op te vullen. Ik. Ja, ja. ja, terwijl dat is vaak een geven wat je totaal uitput. Ja. Dus Werkelijk altruïsme ja. is vaak verkwikkend of ja. geef je een boost. En, en nou is het natuurlijk weer, als we het over zen hebben, de paradox is dat je het weer niet wil doen om je goed te voelen. Nee, wat wel gebeurt. Ja. dus daar zit weer. Dat die, is het weer. Ja. Daar ja hoe die zie die, je dat ja. zelf? Jij bent iemand die nou, met jouw boeken, met jouw informatie, met jouw lezingen en zo. Nou, dat is lekker. Ja, tenminste, ja. De, ja. Ja. Maar ja, nou ja, ik, ik zeg niet, dat weet ik ook denk ik wel dat je het er niet om doet, maar Nou, wel... ja, dat is dat is dat is, denk ik überhaupt nog veel onderzoeksterrein voor mij. Uh... Want het mag ook best, ja, het mag ook wel dat je er lekker van voelt en als je dat een drive geeft. Om nog meer lezingen ja, te absoluut. doen en nog meer mensen te inspireren. Ja, op zich ja, ook niks mis ja, mee. Absoluut. Alleen je moet er niet in verdrinken. Ja, Ja, en ik denk dat het belangrijkste is, ook de oefening voor mezelf, dat ik nooit, maar dan ook nooit, omdat ik dit pad bewandel of omdat ik uh, een scherpe geest zou hebben, mm -hmm. dat ik me daardoor uh, meer voel dan iemand die dat niet nee. heeft. En dat kan ook heel subtiel zijn. Hè? Dus het betekent niet uh, groot, maar meer van vanuit oh, meebewegen. Ach, ja, ja, ja. kijk die stumper, Killing, hier. ja, ja, ja. Ja, dus en dat is, dat is ook dat kan soms zo subtiel zijn dat, het, dat als we het hebben over die nieuwsgierigheid en die black box is dat ook een continue alertheid op mezelf van oh ja, hoe werkt dat bij mij en um, ja, ik, ik blijft dat een oefening ja. van hoe en en ja, ik, ik ben überhaupt... Je hebt de, de beweging effectieve altruïsme. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Nou, dat is een hele uh, grote beweging over de wereld door Pieter Singer. En het idee is van, je staat 10% van je inkomen af aan een goed doel. Oh, ja. Maar uh, het belangrijkste bij dat effectieve altruïsme... is dat ze heel goed kijken van, heeft dat goede doel impact? Dus wel hoeveel van je euro gaat naar... Ja, 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 oké. Okay. Nou, dat is een soort grond, die bestaat ook in Nederland. Oh, nou, Dan ben ik zelf heel erg op dat vlak van ah, ga ik me daar nou in begeven of niet? En dan denk ik zelf, nou oh, 10% van mijn inkomen, ja, wel veel is er wel veel. Dus het is ook weer zo'n <laughs> eerlijk, is ook weer zo'n zo balans dat ik denk: ik wil dat heel graag, maar heel kort daarna, dan zegt mijn innerlijke vrek ook weer: nou, dat is je heel veel? Kun je niet beginnen met 2%? Of ja, je ja, weet ja. dus dat is een beetje ja, met ja. mezelf alweer aan het onderhandelen van en dat is ook prima. Dat ja. is ook de zoektocht voor voor mijzelf, ja. Um, Um, ja, en, en, en daar hoop ik ook de komende jaren nog heel erg in te groeien. Ja. Dat ik, dat ik uh, ja, kan geven zonder iets terug te verwachten. En dat ik niet val, uh, val in de valkuil van... ah, ik heb te weinig, uh, ik moet mijn stikkertje mijn erop plakken. En dan nee, het goed. precies. En heb je nog wel eens... Uh, de, om, om een eerdere zwakke plek nog even te benoemen... nou ja, je hebt de afgelopen jaar natuurlijk wat minder... voor grote zalen gestaan, maar toch... Hè, de, dat je de, ja, dat, dat die applausmeter weer uh, ja, om de hoek komt kijken. Want ja, je geeft daar een fantastische sessie. Nou, kijk, applaus. Ja, en ik, dan? Ik zit, ik zit eigenlijk nu midden in een succesgolf. Dus wat je me nu vraagt, is meer van. Ja, nou, ik heb er geen last van. Maar jij ja, in, in, in de zin van... Ja, kan er het, nu niet... Uh... Nou, het gaat nu heel goed. Ja. Ah, ja, dus okay. zo'n vraag is denk ik meer van... Uh, het zou eigenlijk interessanter zijn als ik hier zou zitten, laag aan de grond. Uh, en alles, Verlang hoe... je daar naar nou terug? Ja, 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 ja. ja, en alles loopt niet. En <laughs> hoe ga ik er dan mee om? Dus het, ik heb het idee dat ik er echt in gegroeid ben. Maar dat gaat zich vast, denk ik, echt uitwijzen op het moment dat je zoiets wordt afgenomen. Of dat, mm -hmm. dat succes niet Dan meer vanzelfsprekend zo, is. Ja. Ik weet niet hoe, dat, hoe jij dat ervaart. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, ik denk wel dat je, nou ja, door, door nou, toch wat meer verbinding met jezelf te voelen... en toch wel door meditatieachtige momenten... dat je wel degelijk gedurende waar je in zit een helikopterview kan ontwikkelen. Ja, zeker. Zeker. Maar ik... De proef op de som, ja, Kijk, exact. Ja, ja, ja. Uh, ja. En ik denk dat er wel een heel groot verschil is met uh, zeg maar uh, 15 jaar geleden: is dat ik veel meer rust heb in het besef, ah, ik heb die technieken achter de hand, ja. ik sta niet. Alleen om het zomaar te zeggen, mm. zelfs nog, wat jij zo mooi omschrijft, op het moment dat je zegt van nou, ik, ik merk ergens een soort verlies uh, met, met mijn vader, maar tegelijkertijd zit daar schoonheid in. Op het moment dat ik nu iets meemaak wat moeilijk is, of waarvan ik denk, oh, oh dit is echt heel, heb ik tegelijkertijd vaak ook dat ik denk, interessant, ik oh, heb ja, iets ja, om mee te werken. Dan gaan ja, we eens ja, even ja, naar ja, kijken, ja, ja. dus. Dat is, dat is zo'n ja, andere ja, ja. beleving dan ja. vroeger, van oh, wat gebeurt er nu? Ja. Ik moet van weg, oh, nee. ik, ik, moet, ik, ik moet iets zorgen dat ik hier af ben. Dus dat is zo'n ja. rijkdom. Nee, nee ik... dan is het wel echt, uh, dan is het, dat is echt omarmen en uh, bijna willing, kom maar. Ja. ja, van ah, ik heb iets om mee te werken. Ja, ja dus en, ja, dus, uh, ja. ja want wat, hoe zit dat met jou, met bevestiging en applaus halen en... Nou ja, kijk, ik merk wel, en daar zat ik ook een beetje met jou uh, aan te denken, dat, dat op het moment dat ik het gewoon wel wat uh, makkelijker kan ontvangen op het moment dat ik er zelf ook trots op ben of zo, weet je wel? Mm. Dus ik kan het, ja, ik kan nu zelfs wel accepteren dat ik bijvoorbeeld lof krijg over koekoeroe en dan weet ik gewoon van, ja, maar daar ben ik ook echt trots op, en het inspireert. Wat, uh, nou ja, dat maakt voor mezelf wel een hoop goed of zo. Uh, ja. In plaats van dat het echt alleen maar een soort stardom, fame. En, en dan, 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 ja, dan voelt het ook zo leeg. Ik heb het al tegen je gezegd, maar ik vind het ook heel cool. Oké, okay, nou bedankt. Ik vind het echt heel gaaf wat je doet. Oké, okay, nou ja. Ik, ik hoop ook dat je, ja, dat je daar ook lang mee door doorblijft. Ja. Staan. Nou dat denk ik wel, omdat ik gewoon, ja, weet je, dat, dat vind ik ook een soort fijne gedachte. Dat, en dat zeker wat ik jou ook weer allemaal hoor zeggen, dat het uh, nooit ophoudt. Ik moet nog wel de ontspannenheid creëren hoor. Dat is wat jij zegt als een soort ultiem uh, doel. Je, be je bedoelt in, uh, in de, de conversatie met, met elkaar? Nu, nee, 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 nee. Ik bedoel de ontspannenheid naar mezelf toe. Hey, jij, jij zei dat eerder zo mooi, van dat je ontspannen bent terwijl je toch wil groeien. Ja, dus je, je, je wilt wat je hebt. Je ja. wilt wat je bent, ja. maar je hebt de ontspannen wens. Tot ik groeien. heb nu zitten nog wel veel meer dat strebertje. En hey, je moet eigenlijk meer dit en niet zoveel dat. En, maar goed, ik, ik, ik voel meer aan alles. Hey, je bent gewoon zoals je bent, accepteer het. Nou ja, da daar zit ik. Ja. Maar ik vind het een heerlijke gedachte. Dat meen ik echt, dat het dat het nooit klaar is. En uh, ja. 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 Ik vraag me wel af met betrekking tot jou, uh, want jij hebt, nou ja, Mind Gym, dat was uh, nou gelijk een knaller van je welste. Is het al, uh, ik zie hier een sticker meer dan 70.000 exemplaren, maar ik denk dat die sticker zelf zo oud is, bijna. Ja, het is een oude sticker. Ja, precies. <laughs> ja, ja. ja het, is, uh, het is volgens mij nu rond de 80. Ja, precies. Ik, ik, ik weet het Lekker eigenlijk man. niet, maar wel het loopt best goed. Daar heb je ja. een, een workoutboek voor? Dat, is heel, dat maakt het bijna praktisch. Uh, nou ja, ik zou de combinatie aanraden voor ook het verhaal erachter. Ja, en waar je nu uh, recent mee gekomen bent, vind ik echt heel mooi. Dat is namelijk de kinderversie. Superkrachten voor je hoofd. Um, ja. ja, wat het gewoon. Daarmee bouw je echt aan de toekomst, zeg maar. Ja, ja en ik, ik heb ook een dochter. Dus ik, ik, dit is zo'n onderwerp wat me zo aan het hart gaat. Dat ik zo hoop dat juist die jonge generatie. Want we hadden het net van: ik weet pas op mijn 25ste. Ik ja, ja. denk, ja, hoe lekker als ja, mijn dochter dadelijk tuurlijk. gewoon. Ik had ooit een. Uh, het is de eerste keer dat ik het ooit, trouwens. Uh, aan, aan, ik heb ooit een oefening gedaan met mijn geliefde. En dat, daar, daar hadden we het over dat je de hele tijd dezelfde vraag moet herhalen. Waar verlang je naar? Waar verlang je naar? Dan moet je antwoord geven en dan blijf je die blijf vraag okay, herhalen. Yeah, yeah. Herhalen, het idee daarachter is. Daardoor kom je meer in meer, contact ja, met ja, je ja. onbewuste. Okay. Nou, dus ik was de hele tijd die vraag aan En toen zei ik: Ik wil dat mijn. Op een gegeven moment, na zeg maar tien vragen, zei ik op een gegeven moment. Ik wil dat mijn dochter mentaal weerbaar is. En toen spoten er echt oh, tranen ja, uit mijn ogen. Wel, ja, omdat ja. ik echt dacht. Oh. Ja, dat zat zo op de kern van wat ik werkelijk hoop. Um, daarom ja, daarom ben, ik, ja, ben ik wel heel blij met dat. dat uh, het, het is zeg maar. De insteek die ik heb willen doen met het boek is. De zorgen van hoe had ik dit zelf willen lezen als ja. jongetje. Dus hoe, hoe zorg ik er zo voor dat het zo leuk mogelijk is? Dus je kan er, hè, prijsjes winnen. Prijzen uh, winnen ze laten ja, dan beter vaak je ja. lievelingseten. En, en de, de tekeningen van Heine de Kort, waar ik vroeger ook, dat was mijn jeugdheld, die ving nog steeds echt te gek. Ja. Uh, dus um, en kinderen moeten al zoveel dat ik dacht, ja, ze hebben echt niet zin om nog een schoolboek erbij te hebben. Dus ik. Mijn insteek was dat kinderen zelf dit boek willen pakken en hun ouders erbij trekken. Ja, ja, ja. Om ervoor te zorgen: van... ik uh, hey, kom nou hier, want ik wil. Later naar bed. Ja, ja nee, heel goed. Dus, um... En Dylan Hagens erbij, wat, een, uh, ja. Nou ja, wat de held is van. Uh, nou ja, Jong Nederland. Ja, uh, YouTuber. Ja, uh, dat is echt heel goed. En ik denk, maar ik moet eerlijk zeggen: ik, uh, ik, uh, ik wist dat hij er was. Ik heb hem nog niet echt ingebladerd. Ik weet wel wat opdrachten eruit. Maar ik denk dat dit eigenlijk stiekem. Ja ook wel gewoon een hele relaxter... Uh, ja, uh, ja ik, ik krijg van veel ouders... En, en van mijn eigen moeder terug... Ja. die zeggen allemaal... Ja, ik vind het eigenlijk een veel fijner boek... dan, uh, dan de volwassen versie... omdat het gewoon ja, heel eenvoudig is... en tegelijkertijd... Ja. Uh, ja. Maar, maar waar, te waar ik willen. eigenlijk naartoe wilde... is wat wil jij... Uh, uh, eh, omdat je mij een hele veer inbracht... ja... Ja, je hebt bijna alles wel besproken, denk ik, of niet? Of. of, of... Nee, joh. Oké. Okay. Nee, er is nog veel meer. Oké. Okay, dus... Ja, dus, ja, er komt binnenkort een boek uit. Het uh, okay. is een journalboek met inspirerende vragen. Mm -hmm. um, Oké. Okay. Ja, dat is. En die je dan elke dag moet invullen. Ja, dit is trouwens een primeur. Ik vind dit ook echt ja, top okay, om te horen. Dit is Een primeur, ja. ja. Ja, en het wordt echt. Ja, dit, dit, dat is ook een vorm van sommige mensen houden niet zo van mediteren. Maar dit is wel een, een, een goede vorm om ervoor te zorgen dat je nou, meer structuur in je gedachten ja. kan aanbrengen. En, uh, nou. en, en, en noem eens een paar vragen die ik dan dagelijks. Uh, ik neem aan dat ik sowieso moet opschrijven waarvoor ik dankbaar ben. Als een uh, soort ja, alleen kijk, dat soort vragen. Ik heb juist geprobeerd om er. Anders te verpakken. Ja, en om, okay. om, om, om die vragen ook wat meer, uh, wat meer te maken. Dan ben je dan voor? Nee, Oké, okay, een... okay, okay. dus dat noemen ze een ja, vraag. Dus, uh, nou, dat zijn er... Ik heb er nu 365 en dan vraag je er natuurlijk niet één. Ik heb hem niet even voorbereid. Nou, deze schiet nu al, uh, bij mij naar boven. Stel je nou eens voor dat jij. Heb je überhaupt tatoeages? Nee. Stel voor dat je een magische tatoeage kan nemen die je niet kan zien. Die, die anderen niet kan zien, maar alleen ja. jij. Ja. Wat, wat, wat zou je dan neerzetten? En, en, en waarom vooral? Nou ja, maar dit is een beetje zelf antwoord... omdat ik daar gewoon echt aan moest denken... toen jij het had over uh, op je duim... Uh, aandacht. Aandacht. <laughs> dan zou ik niet zozeer aandacht doen... maar dan zou ik gewoon wel een puntje... dan zou ik misschien wel het koekeroo-logo doen. Dat is gewoon een Japans logo, dat betekent koekeroo. Op de duim. En dan zou ik dat in mijn duim uh, zetten. Ah oh, ja omdat het gewoon ook echt iets is, ja, dat is een afspraak met jezelf. Ja, ja Ik ben dus, anders had ik er wel in gehad, helemaal niet zo van de tatoeages. Uh, nee, ik weet niet waarom. Ik heb dat hetzelfde met, ik, ik ben ook gewoon ook heel erg opgevoed met dat ik niet op mijn handen mocht schrijven en zo, omdat dat slecht zou zijn voor de inkt. En dat is gewoon, oh, ja, ja. daarvoor heb ik heel erg zoiets van, ja, aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, en natuurlijk kan ik wel, want mensen denken heel erg, uh, nou ja, ik denk dat genoeg mensen in mijn situatie juist iets met mijn vader. Hè, of mijn zus zouden uh, gedaan zouden hebben, maar ik zal je eerlijk zeggen, maar ja, dat is zoals ik er tegenaan kijk, Er is geen teken mooi genoeg dan hoe ik ze voel van binnen, weet je wel? Mm. Alles is minder waard dan een soort lauzie teken. Oh nee, dat doet me. Ja, ik vind uh, respect voor de mensen die het hebben. Hoor. Maar ik denk echt, oh nee, dat zit, dat zit in mijn ziel gebrand. Dat hoef ik echt niet. Uh... Ja, mooi. Dus dan zou die aandacht uh, zou het zijn. Ja. Oh ja, Mooie mooi. vraag. Ja. En zo krijg ik dus elke dag een andere vraag. Nu begrijp ik het concept iets meer. Ja, ja, ja en, en de insteek was voor, voornamelijk voor mij... hoe zorg ik ervoor dat de vraag zelf vaak wat triggert... of net ja, wat ja, anders ja, ja. is dan wat nou, je, je gewend super bent. Mooi. Um, en uh, en ik, ik ben nu ook heel erg bezig met... Um, nou, eigenlijk hoe je meer loskomt van je verleden... in de patronen die je hebt geleerd vanuit je ouderlijk huis. Ja. En hoe je daar meer los van komt... Nou, door systemisch werk, maar dat dan in een toegankelijk jasje. Oh ja, daar heb je recent dus uh, een cursus ja. in afgerond, ja? Ja, ja dus, uh, dus ja, er zijn zoveel onderwerpen dat... Ik, ik heb qua boekideeën liggen er zeg maar acht boekideeën die nog... Want bijvoorbeeld deze twee boeken, uh, dat is een twaalfweekse training ja. die heel vol zit. Ja. Uh, echt een totaalpakket van die verschillende circuits, maar... Je kan natuurlijk soms veel dieper in op bepaalde onderwerpen. Uh, en dat vind ik juist ook de meerwaarde. Dat je, ja, uh, dat je hier de basis zit. Maar dat je bijvoorbeeld veel dieper in kan gaan op aandachttraining. Ja, ja, ja. Als voorbeeld. Ik wil even, en dat is ook even mijn uh, wekelijks plasmomentje. Dus, dus ga gaat vooral vertellen. Uh, als jij het hebt over structuur aanbrengen in zo'n zo journal... en dat boek dat eraan zit te komen, wanneer komt dat eigenlijk? Dat andere boek? Ja? Nou, dat is nog in de maat, oh, dus okay, dat durf yeah, ik geen yeah. uitspraak yeah, yeah, okay, over. Maar ergens uh, ben ik heel benieuwd. Dus een vaste vraag: wat is jouw ochtendroutine? Want dat kan je ook heel erg helpen. Okay, dus de wekker ga gaat. Ga ik. Ben, ik luister wel, hè? Oké, okay, nou, dat zou ik dat dan in de camera doen. Nou, wat jij wil. Ja, je bent natuurlijk acteur. Ja. ja natuurlijk. Oh ja, ja, nou hoi. Hoi. De, de ochtendroutine. Nou, um, dat is bij mij. Ik sta vijf voor zeven op op mijn horloge kijk hier krijg ik geen meldingen op maar die heb ik omdat ik het haat om op mijn telefoon dat piepgeluid te horen dat vind ik zo irritant dus daarvoor heb ik een smartwatch niet om meldingen te ontvangen maar die gaat dan trillen dan word ik wakker vijf of zeven dan is mijn kleding van tevoren klaargelegd dus die ga ik dan snel aankleden dan maak ik vaak ontbijt voor mijn dochter en voor mij dat ga ik dan eten dan ben ik vaak rond half acht klaar. Dan gaat mijn dochter zich aankleden... Uh, en mijn geliefde is er dan ook vaak bij. Maar dan zorg ik dat ik zelf nog vaak... tien minuutjes even kan mediteren. Zo rond kwart voor acht tot acht. Zo'n beetje. Dat ik, ik mediteer vaak twee keer op een dag. Dus een wat kortere in de ochtend. En ik probeer dan een iets langere later op de dag. Zeg maar twintig minuutjes. Of soms als ik minder tijd heb... doe ik dat iets korter. Maar aan het begin in ieder geval tien minuten... En Daar varieer ik in wat voor meditatie ik doe. En dan is het acht uur en dan ga ik, uh, uh, ga ik mijn dochter naar school brengen. Want die moet kwart over acht op school zijn. Dus uh, zo ziet mijn uh, routine eruit. Elke ja, ochtend hetzelfde. Ja, nee, kijk eens wat de structuur. Wat de structuur. Echt elke in een uur. Um, ik hoor een paar dingen. Uh, <laughs> nee, maar dat vind ik gewoon grappig. Sowieso, dus wel ontbijt. Dus jij bent niet, want ik kom veel gasten hier tegen. En ik ben er zelf ook inmiddels wel van. Van Het uh, intermeer het vasten, je zal er vast van gehoord hebben. Ja, ik zou dat ook graag willen, alleen ik, ik, ik val te snel af. Oké, okay, nou ja, dus ik, ik wil nee. heel graag inter. Ik heb wel eens een week gevast, ja. Ja, dan, dan... Nee, ja, dan moet je die doen. Nou terwijl zo. ik, ik, ik vind het een hele mooie manier en een gezonde manier om, uh, om ook met voeding bezig ja. te zijn. Nou ja, maar... het ik, vind het zelf gewoon ook lekker. Uh, uh, ja, dat je, je heel scherp voelt, maar uh, nou ja. Uh, Jesse Jess, die ik hier te gast had, die zei er bijvoorbeeld over, snapte ik ook wel, dat zij juist heel onrustig werd als ze niet at. Dus voor haar... Ja, en ik heb er zelf uh... ook niet zo'n last van. Nee, okay. Ik kan makkelijk een ma maaltijd overslaan. Maar ik, 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 ik hey, heb altijd een extra maaltijd ja, ja, ja. om acht uur of half negen. Uh, okay. Dan kan ik ja, 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 zeg ja. maar snoepen, maar dat moet ik ook wel doen, dat want moet... anders dan... Lekker. Ja. En uh, ja, de, 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 de meditatie, wat voor een... Soort meditatie. Want ik vind het fijn dat jij het ook. En ik heb in het begin wilde ik gewoon heel erg het meditatiewoord voor mij, dus ging ik het maar de hele tijd bewust ademhalen noemen. Wat misschien wel net of iets anders is, maar dat is een, een dunne lijn natuurlijk. Wat, uh, ja, wat voor soort meditatie hebben we het over? Welke in het boek staan of überhaupt? Nee, welke jij zochtens uh, normaal in de Oh ja, dus je het, doet. dat is een, zeg maar de klassieke mindfulness-meditatie. Ja. Dus gewoon het heel scherp bewustzijn wat er zich van moment voor moment zich voordoet ja. in je geest, en ja. in je lichaam. De dat gedachten zijn. zien. Uh, ja, gewoon als puur voorbij laten gaan. Als een spiegel gewoon zien wat er gebeurt en uh, als een nieuwsgierige onderzoeker kijken van hé, hey, wat vindt er zich nou plaats? Uh, en uh, gewoon ergens ook in contact komen dat je ervaring van moment en moment gewoon opkomt zonder mm. dat je daar dat je er controle op probeert uit ja. te oefenen. Ja, Zoals gewoon echt zijn. Ja. ja, nou dat is één uh, visualisaties. Dus dat gaat meer over dat je je beelden voorstelt of uh, nou, uh, dingen fantaseert die kalmerend kunnen werken of die troostend kunnen werken. Die zet ik vaak wat in op het moment dat ik nou, dat ik bijvoorbeeld een bepaalde emotie in mijn lichaam voel, nou, dan combineer ik dat met meer lichaamsbewustzijn, maar soms ook met visualisatie. Um, en uh, nou, je hebt meditatie die meer gaat over woordgebruik, die noem ik dan intentietraining. Ja, ja, ja. Er wordt ook wel liefdevolle vriendelijkheid genoemd, of meta-training. Naar jezelf toe heb je het nu. Dus heel Ja, maar ja. Die, die, die kan je dus ook naar anderen oefenen. Ja, ja, okay. Dus dat is, en dat zijn, dat is iets, net iets anders dan positieve affirmaties. waarin je zegt: Nou, ik heb zelfvertrouwen. gaat dit meer over: Ik gun mezelf zelfvertrouwen. Ja, ja, ja. Dus dat is een net iets andere insteek waarin je het openlaat. Ja. In plaats van dat je zegt: Het is zo. Ja, ja, ja. Nou, Ook weer iets ontspannender, zeg maar. Ja. ja, want je ziet dus dat bij positieve affirmaties dat het gevaar daarvan is dat op het moment dat je je goed voelt, werkt het versterkend. Tjocken, maar op het moment ja. dat je je niet goed voelt, word je eigenlijk veel meer bewust van de discrepantie van hoe het eigenlijk aan de hand is. En heeft het vaak een negatief effect op hoe je voelt. Nou, denk ja. aan iemand die. Zijn eerste date heeft en ja. zegt: Ik heb zelfvertrouwen, ik heb zelfvertrouwen. Dan is het, ja. dan weet je ergens ook wel, nou, ik ben aan het lief. Accepteer maar gewoon dat je zenuwachtig bent. Ja, en, ja, ja. En, ja, ja. Dus, ja, ja. Dus daarin is het woordgebruik ook, uh, daarin is de intentie die je traint om vriendelijker met jezelf en anderen om te gaan. Dus ik kan ook bijvoorbeeld dadelijk, als ik thuis kom, mijn ogen sluiten en bijvoorbeeld denk: Nou, ik gun Giel dat, ja, dat hij meer, dat hij speelsheid heeft in zijn leven. Die lichtheid heeft. Als voorbeeld. Als ik me dat voorstel, dan train je dus de intentie. En dat gaat dus niet over het opwekken van een bepaald gevoel. Nee. Want die gevoelens die komen en gaan. Maar die intentie, die hou je bij je. Die versterk je. Ja. En die neem je overal mee naartoe. Mooi. Leuke uh, oefening. Nou, ik gun je ja, nee, bedankt. Nou, ja, gun je. Ik ga vanavond eens bedenken wat ik jou mag. Gun. <laughs> en oh, nu toch even de term, eh, dat we, een van de circuits eh, die we nog niet eh, benoemd hebben, is positiviteit. Daar hoor ik hier dus ook een soort lichte nuance, inderdaad, eh, die, die niet helemaal volgens de Amerikaanse school eh, is. Ja, dus ik, positief denken kan heel erg nuttig zijn, maar het kan ook een manier zijn om je gevoel te ontvluchten. Yeah. Dat het een vlucht wordt en dat je die dat positief denken ergens als masker gebruikt om niet aan bepaalde gevoelens te komen. Ja. Waardoor je dat als een boemerang terugkrijgt. Ja. Dus dan is het zaak dat het positief denken in lijn is met wat je ook van binnen voelt. Uh, ja. Ja, dus, dat, uh, dus dat kan ook verdriet zijn of wat dan ook. Uh, ja, voel ja. gewoon wat je voelt. en ga uit van het beste. Dat is dan natuurlijk wel. Dat is dan weer het positieve. Het positieve. Denken. Ja, ja, ja. 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 En, um, ja. Zie jij trouwens verschil in, ik noemde het net een beetje, in, ik weet het namelijk niet zo goed, hè, bewust ademhalen, meditatie, breathworks uh, Zit daar verschil in? Hoe zie jij dat? In, in... nou in gewoon in wat het is uh, vind het, ik vind het een soort dunne lijn dat ik eigenlijk denk ja soms weet ik wel heel erg oké okay, ik ben nu gewoon echt even aan het zijn wat dan wel heel erg voelt als mediteren maar ik heb ook gewoon bijvoorbeeld meer om rustig te worden heb ik gewoon allerlei ademhalingsoefeningen en ja ik vind dat soms een soort dunne lijn met mediteren, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zeker. En volgens mij is ook de, de functie überhaupt van mediteren. Is niet zozeer dat je op een kussentje gaat zitten. En de, maar de functie is uiteindelijk om die kwaliteit van die geest. in het alledaagse te brengen. Ja. Dat je eigenlijk. dat je bij wijze van spreken niet meer op dat kussen hoeft te zitten. Nee. In het, ja, ja, ja niks nee, ja, ja. ja, dus vandaar dat het. Uh, uh, ja, dat. dat ik denk dat de gemeenschappelijke deler tussen al die dingen is het bewust richten van een bepaald soort aandacht. of ja. visualisatie. Of ja, en, um, uh, ja, en daarin, daarin heb je natuurlijk heel veel verschillende namen, soms voor hetzelfde. Uh, terwijl je bijvoorbeeld ademtechnieken. Ja, je kunt je pran pranayama noemen, of breathwork. Ah, oh, ja, 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 precies. Uh, ja. ja. Uh, uh, yeah. Maar ook weer gewoon, nou ja, heel erg in de mindgym... terre Oh wie? Ah, ja, trainen, trainen wil ik zeggen. Wist je trouwens, uh, nou ja, laat ik de vraag openstellen. Dat um, mind gym. Hoe kwam, je er, hoe kwam je er zo bij? Laat ik je bedoelt of het een Engels boek bij is? Nou. Is dat, is dat je vraag? <laughs> nou ja, ik bedoel, oké, okay, laat ik gewoon, <laughs> want dit voelde echt een soort falkel, uh, maar kijk. Wat ben jij van plan? Niet, ja, die ken ik. Ja, oh, echt waar? Ja, ja. Oh, ik kende hem niet, maar ja. ik zag hem bij iemand in de kast staan ja. en ik wist dat ik jou al... Uh, ik heb nou, het heb komt, niet gelezen. Dit maar dit is een boek, uit, dat heet The uh, Mind Gym. Wanneer is de eerste druk ook alweer? Nou, hier... Uh, 90, 90, Ja 90. Nou ja, hier... Oh, sorry, dit is de vierde. Of ja, 2005 staat hier. 2005. Ja, uh, dus ik, in 2005 kwam dat boek uit en de term Mind Gym is niet beschermd. Nee. Dus... Ik heb toen mijn bedrijf heb ik uh, in 2013 of zo. 2014, 2013. Heb ik Mind Gym genoemd. En toen dacht ik, ja, kan ik gewoon noemen. Maar toen kwam mijn, kwamen mijn boeken Mindgym uit. Ja. En toen waren, was het bedrijf achter deze Mindgym in Engeland. Ah, okay, ja. Die gingen hele nare mails schrijven. Oh, ja. Met advocaten erbij. Van jij ja, je mag het niet. In nee, 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 nee. Okay. Je mag je boek gewoon Mindgym noemen. Alleen dan mag mijn bedrijf niet Mindgym Gym. Heeten. Oh ja, precies. Dus toen heb ik mijn bedrijf. Naam verandert naar Sportschool voor je geest. <laughs> Lekker. En dan mocht ik mijn boek weer wel ja, maken. Ja, 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 ja. Ik ken het boek ook niet hoor, maar ik ben al lang ja. blij dat je het kent. Uh, en het is, ik weet je, het is. Nee, het zou wel mooi dat ik. Wat, wat zeg je nou? Dat ja. ik nu, uh... <laughs> maar is het een goed boek of weet je het niet? eens? Uh, het, het is niet helemaal mijn smaak. Oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen het wel prettig vinden omdat het heel. Het is wel een praktisch boek, maar het is niet helemaal mijn smaak. Nee, oké. Okay. En welke uh, volken van de. om de, de, de vergelijking even door te trekken. Waarin ben je zelf nog heel erg aan het trainen? Wel een beetje benoemd hoor, maar. Uh, ja, wat zijn voor jou nog steeds ja, zwakke spieren? Of, uh... Nou, ik ben dus nu. Uh, ben ik me heel erg aan het ontwikkelen in schematherapie maar ook als trainer zeg maar schema -therapie. ja dus of sy systemisch oh, werken oh dat is de systemische dus dat gaat veel meer over van uh, nou de patronen in je jeugd hoe ja. je daar je aan kan ontlokken en ontbreken maar is dat vooral dat je daar bewust van moet zijn om het te laten verdampen of nee neem nou, even eerste mee. De, ja dus daar komen ook weer heel veel verschillende technieken samen dus waar ik vaak van hou is als technieken worden gecombineerd. Dat ja. heb ik in het boek ook geprobeerd om technieken samen te voegen. Ja. Want ik haat het als een techniek zegt. Ja, dit, dit is de manier. Is dan nee, denk precies. ik, nou, dit, nee, dit klopt goed. toch niet. Dus, dus ik, 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 ook met die schematherapie, ja, dan heb je weer heel veel verschillende manieren nodig. Bijvoorbeeld contact maken met die bal in je buik. Als je een uh, nou, bijvoorbeeld een uh, minderwaardigheidscomplex hebt. Nou, Oké, okay, dit, überhaupt... dit is een hele goede hier. Dit is echt eentje van mij. Dus ga je zoom hier lekker op in? Want deze, dit zie ik even ja. als een uh, privéles. <laughs> ja, nou ik kan me voorstellen. Waar ervaar je dat in je leven? Nou ik, ik ben gewoon heel slecht in het voelen van mijn buik überhaupt. Oké. Okay. En daar kwam ik achter in de echte gym. En later ben ik pas gaan realiseren en ook gaan voelen in deze gesprekken. Dat ik denk: Oh ja, maar ik heb letterlijk als, als een soort overleving gemaakt. Om uit verbinding te gaan met mezelf. Wat ik heel vaak dus ook niet door heb. Hmm. Uh, en dus, nou ja, daar gaat lichaam en geest hand in hand, zeg maar. Ja. Waardoor ik nu een paar keer op een dag denk, hey, voel ik mijn buik nog? Want dan weet ik, echt sta ik nog oh, in verbinding mooi. met mezelf. Ja, uh, dus het wordt nu juist een hele waardevolle plek. Ja, maar ik heb hem nog steeds niet zo goed onder controle, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je erin gegroeid bent. Dat je Absoluut. veel makkelijker voelt wat er, ja, 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 ja. Wat, er, wat er gaat. Wat, wat ja. voel je er nu? Uh, als ik er bewust aan denk, nu jij het zo vraagt. Uh, ja, een fijne tinteling. Hmm. Ja. 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 Nou, kijk eens aan. Nee, dat is ook vrij nieuw, hoor. De, ja. Maar de, ik onderbrak brakje, dus ik, wat wilde je gaan zeggen met je... Ja, dus, jij noemt het een bal. Dat vond ik al gelijk dat ik dacht, oh ja, dat ken ik. Ja, dus uh, een bal. Nou, daar zijn natuurlijk ook gedachtenpatronen bij. Ja. Uh, nou, dan... dan wil je überhaupt technieken hebben om met die bal om te gaan? Om daar mild mee om te gaan? Om dat te kunnen voelen? Waar mm -hmm. ja, 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 ja. over gaat. Uh, en je wil weer de technieken hebben hoe je bijvoorbeeld uh, die gedachten überhaupt kan zien. Hoe je er weer los van kan komen. Hoe je weer andere gedachtenstructuren kun kunt maken. Maar tegelijkertijd niet alleen dat. Maar je wil ook je acties. Ja, ja, ja. Je wil ook zorgen dat je er acties aan kan verbinden. Niet alleen dat het weer alleen. Iets interns, Analyseren, je wil nou weer ja, precies. Ja, ja. zorgen dat het. Dat het euh, nou, daar da, da, da heb je bijvoorbeeld ook weer. Als je het wel over intern hebt, gaat het ook weer over. Kun je bijvoorbeeld contact maken met het gekwetste kind in jezelf. Waardoor je bijvoorbeeld die mee, minderwaardigheidsgevoelens hebt ontwikkeld. Mm. Dat je de, de strenge stem van je moeder hebt overgenomen. Ja. Nou, euh, nou, dan zie je vaak in deze, in deze uh, theorie. Dat je aandacht moet besteden aan dat gekwetste kind. Nou, dat kan je dus doen door middel van visualisatie-technieken. Dat dat deel in jezelf zich getroost voelt. En dan heb je plotseling weer meer ruimte om dat patroon überhaupt te doorbreken. Op het moment dat je dat niet doet, dan is de kans heel groot dat je een aspirintje neemt voor je hoofdpijn, maar niet de knoop in je rug exact, exact. weghaalt. Ja. Dus je wilt dan ook weer bij, ja. die, bron, dus ja. bij die bron zoveel mogelijk aansluiten. Mooi. Dit, ik moet zeggen, dit schuurt voor mij behoorlijk dicht aan tegen hypnose, NLP-achtige dingen, waarbij je gewoon echt ja daarnaartoe gaat, ja. waar waar het ooit ontstond, en, en ja het dan ook weer accepteert en dus laat verdampen. Ja, ja. Dus dat is denk ik uh, ook weer van, hey, welk sticker, ja. welke sticker, welke sticker plak je ja. nou op? Maar ja, uiteindelijk nee, is, het. is het enige belangrijke of het of het werkt, en zo is uh, het ja. Um, ja, en ik, ik, ik ben ik ben wel ook heel nieuwsgierig wat er in de toekomst gaat gebeuren met de technieken die we nu hebben en die samenkomen in combinatie met uh, breinstimulatie. Ja, 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 ja dat, daar staan we ook aan het begin ja, 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 ja. En misschien kunnen die weer heel goed samen Ja, Dat ook ja, dat wel is, ja. dat zou toch te gek zijn. Ja. Ik heb wel dingen daarin mee geëxperimenteerd. Dat was het eerste wat ik ging googelen. Nadat ik eerst had gegoogeld hoe krijg ik een sixpack... en ik dat dus tamelijk geforceerd had bereikt en had gedaan... en toen ineens dacht, alles kan je trainen. Toen ben ik dus echt gaan googelen, kan je je hersenen trainen? En ik ben een jaar lang naar een hersencentrum gegaan... Oh, uh, en heb ik neurofeedback gedaan. Wat leuk. Heb Om je de... met die muziekjes gedaan? Ja. Dat ze zo verstoren dat... en dan ja. lekker gaan. Als ja. Het, als het, uh... ja, ik heb het uiteindelijk, want muziek werkt bij mij heel moeilijk. Omdat ik dat zo. Ja, dat is zo'n onderdeel van mijn leven. Ja. Dat ik het uiteindelijk met films heb gedaan. Dat wat was gewoon grappig. beter. Uh... En dan kijk je naar James Bond, bij ja. wijze van spreken. Ja. En dan, als het fout gaat, dan. Dan, ja. zegt hij... dan gaat hij haperen. En op een gegeven moment. Ja, hoe je het doet, je weet dat dus niet zo goed. Uh, dan, dan word je er steeds beter in om die film te laten doorlopen. Ah. Uh, omdat ze dus eerst een soort analyse hebben gedaan. wat een beetje je zwakke plekken zijn. Dat heeft mij heel veel inzicht gegeven over. ja, zeg maar de basiselementen. Uh, nou ja, voeding, beweging, maar vooral slaap. Want slaap was ik heel slecht in, omdat ik gewoon dacht zonde van mijn tijd. Ja. En uh, ik neem wel even een colaatje van tevoren daar. en dan uh, moet je eens kijken hoe die film blijft lopen. Nou, ja. dat werkte dus niet. En als ik dan een goede nacht had gehad. Ja. Dan bleek nou, ik daar gewoon veel beter in te gaan. En ik ben heel nieuwsgierig. Hoe nemen, kun je ook heel makkelijk daarna, na zo'n sessie, kun je ook dat meenemen. Die, die, die vaardigheid? Lastig. Maar... Weet je wat je eigenlijk doet of? Nee, ja, kijk, dat is dus. Het is, nou, het is een mooie, mooie vraag. Omdat je dus de hele tijd. Ik ben een strebertje, Dus ik wil ik wilde presteren. Ik wilde die film door laten lopen. Maar ja, je weet eigenlijk niet zo goed wat je doet. Op een gegeven moment merk je ja. wel van. Als ik dit doe, ook weer met ademhalingsdingen en zo. En dan, maar dan ging ik ook heel voorzichtig bijna even niet ademhalen. Omdat ik dan wist: oh, dan blijft hij dan blijft, dan blijft lopen. Maar ja, daarna moet je wel ademhalen. En dan blijft hij haperen als hem halen, Dus dat werkt allemaal niet. Ik heb wel een soort van. Ja, of dat nou focus is of zo. Ik denk het wel. Een soort van plekje meer getraind. Waar ik nu wel sneller. In contact met ja, je. Ja, maar het blijft iets. Precies hoe je dat doet. Nee, maar het, is... het blijft ook iets wat ik. Ik had het natuurlijk de hele tijd met die mensen daar ook erover. Precies over deze vraag. En zij waren gewoon heel erg in de categorie. Ja, je traint deze spier. En het voordeel is. Uh, het in tegenstelling tot echte spieren. gaat de kennis ook niet verloren. Oh, Oké, okay. zij zeggen niet je moet het onderhouden. Nee, je hoeft het niet te onderhouden. En op een gegeven moment wilden zij dus stoppen omdat zij zeiden: Van ja, wacht eens even. Het begint nu te veel te ontwikkelen. En ik dacht alleen, maar, ja, nou, dit is toch geen einde. Ja. Maar zij zeiden wel: Ja, maar als je zeg maar, dat gedeelte van je hersenen te veel ontwikkelt. dan uh, kan dat wel ook een soort negatief effect hebben op oh, de rest. Dus ja. toen ben ja. ik toch nog een uur even doorgegaan. Maar op een gegeven moment zeiden ze: Het is klaar. Oh, wat grappig. Alsof je zulke biceps hebt. en daar ja. je arm niet meer kan bewegen. Ja, nou, mooi. Ja, ja. Nou, een mooie, ja, ja. Oh, ja. Dus. Uh, en ik zeg erbij, want ik kan me voorstellen dat mensen massaal denken, oh dit ga ik doen. Ik had het geluk, dat was totaal niet mijn intentie, maar dat ik uh, medicijnen slikte voor ADD. En daar gebruiken ze dit voor. Want eigenlijk zei ze, dus, ja, maar hè, we zitten nog niet in de tijd, maar ik denk dus wel dat we daar naartoe gaan. Dat je dit echt alleen maar puur voor de nou ja, fun of voor de ontwikkeling kan doen. Ja. Maar omdat ik dat ADD had, mocht ik ook het traject in. Dacht ik alleen maar, oké, okay, top. Ah. Als dat de is. En ja. heb ik er wat ik gezegd, ben ik er heel veel... Ja, daardoor slaap ik, weet ik gewoon nu hoe belangrijk slaap is. En, uh, en ben ik heel blij dat ik van die medicijnen af ben. Fijn. Ja. Ja. Ja, dat is, dat is echt wel echt mijn gym. Uh, <laughs> echt de real, uh, real shit inderdaad, ja. Maar ik, ik, ik deel je mening. Ik denk dat we aan een mooie... Uh, nou ja, dat is dan wel weer het voordeel van die techniek... die ons ook kan afleiden... Ja. Maar het kan ons ook inspireren. Ja. Welke boeken heb ik jou gevraagd, zoals aan iedereen? Welke boeken hebben jou geholpen op die reis? Van, nou ja, maar even, he, van, van acteur naar uh, trainer. En, en, nou ja, toen je uh, ja, in de zenwereld belandde. En dus ook natuurlijk ging lezen en zo. Ja. Um, wat ik een heel mooi boek vind, of wat ik nu aan het lezen ben, dat is eigenlijk. Ja, dat, hij is niet zo leuk, maar hij is wel heel praktisch. Ja. Dat, heet, dat is een vertaling, hij heet Leven in je leven, eh, van Young, Jeffrey Young. Het is ook best okay. wel een oud boek, komt uit 1995. En in het Engels heet hij Reinventing Your Life. Okay. Dat gaat dus over schematherapie. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dus dat is een mooie... Is het dus wel leesbaar of is het heel ja, technisch? Het is echt oh leesbaar. nee, okay, maar okay. het is gewoon ja, het is ook een beetje saai. Ja. Maar ook maar, heel handig. Maar je zit er nog in, maar kan je al een, een, een les delen, om het zo maar te zeggen? Uh, nou, wat ik daar mooi in vind is. Uh, er zijn testjes in. Uh, in, in welke valkuil je dan heel erg tegenkomt. En dat hoe je die valkuil. We hadden het net bijvoorbeeld over die minderwaardigheidsvalkuil dat er dan drie verschillende manieren zijn hoe zo'n patroon tot uiting komt, namelijk overgaven, namelijk oh ik ben inderdaad ik ben niks waar ik ben niks... <laughs> en bestrijden, dus echt ik ben ik yeah, ja. niks en vermijden, doen alsof het helemaal ja. niet bestaat en gewoon, uh... nou, dit... alle drie natuurlijk voor iedereen zeer herkenbaar. Ja, dus dan zie je dat zo'n bron, als je het hebt over die knoop in je rug, ja. wat die hoofd, dat die, dat die op heel verschillende manieren tot uiting komt. Ja. Dus ik vind het heel mooi ja, om, ja, ja, ja. om elke keer te kijken van oh ja de basis is weer precies hetzelfde, maar die drie verschillende Zendu manieren. Ja, ja. En even uh, <laughs> wat is de oplossing? Is dat, ja. Is, is dat zijn? Ja. Ja, nou, ik, ik denk dus stap één is zoveel mogelijk ook weer teruggaan naar dat gekwetste kind. Ja. En daarna dat onderzoeken. Natuurlijk zijn er nog veel meer stappen, maar dat is denk ik een belangrijk beginpunt. En daar heb ik het niet over dat je overanalyseert van waar komt dit nou nee, vandaan? Nee, nou, dat vind ik grappig en, dat je eh, het zegt, want, want dat is laat eh, noemde iemand het whining ja. met wh, eh, dus dus ja. dat je niet te veel moet bezig zijn met waarom. Het gaat er gewoon om hoe je nu bent. Absoluut. Eh, dus het maar... gaat niet over dat je begrijpt waar het vandaan nee. komt, maar dat je, koel, koel, dat je voelt ja, dat je dat gekwetste ja, kind ja. kan voelen. En ook daadwerkelijk kan troosten. Want ja. anders wordt het alleen maar een rationeel, Analyses, celebraal ja. ding. Waar, waarbij je... Ja, dan kan je jaren in psychoanalyse. Ja. Ja. En dan besnap je het allemaal supergoed. Maar je voelt je nog steeds kut. Maar je voelt je nog steeds kut. <laughs> ja, dus het is, dat is denk ja. ik een belangrijke... Leven in je leven. Leuk. Mooie, leuke nieuwe suggestie, Wouter. Uh, een ander boek. Boek twee. Um, ja, ik vind Thinking Fast, Thinking Slow vind ik een mooi boek. Ja. En dat is niet zo heel... Ja, dat is een heel bekend boek. Um, en dat gaat een boek over onbewuste beïnvloeding en hoe eigenlijk de, je onbewuste een enorme invloed he heeft op de keuzes die je maakt, op hoe je naar het leven kijkt. Het ja. is ja, een heel verhelderend boek om nou, te zien. Dat hoe ook... je jezelf misschien soms wat voor de gek kan houden. Ja. ja, en hoe je heel veel valkuilen hebt. En het, ja, het is moeilijk om jezelf tegen te wapenen, maar. Nou, het is denk ik wel heel gezond om, om de gebreken ook van yeah. onze programmering yeah. goed, goed in kaart te hebben. Heet Daniel Kahn heet hij zo? Da okay. Daniel Kahneman. Kahneman. Oh, ja, ja, precies, ja. Kahneman, ja. Thinking fast and slow. Oké, okay. en uh, het derde boek. Nou, uh, dat is wat ouder. Um, jij vroeg deze vraag van tevoren. Ja, ja. Ik heb hem niet voorbereid. Nee. Dus je bent wat je doet. Ja. <laughs> je bent wat je doet. Mag ik er ook vier noemen? Nee, je mag er zeker vier noemen. Je, je bent wat je doet. Dat vind ik een heel mooi boek, omdat ik het een hele prettige schrijfstijl vind. En dat gaat meer over wilskracht en hoe je ervoor zorgt dat je daadwerkelijk bereikt wat je wil bereiken. Kan je wilskracht trainen? Um, nou, ja. Het, het grappige is, uh, in mijn boek zeg ik ja, je kan het trainen. <laughs> ja. Maar je gaat niemand hullen <laughs> dat het eigenlijk een farce is? Nee, toch? Nou. Je kunt het wel trainen, maar het is wel heel belangrijk je perceptie van wilskracht. Dus wat er eigenlijk ik heb jou aan... wel eens horen zeggen: ik heb het nooit gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, ja, ik ben best wel zeker over mijn wilskracht eigenlijk. Maar uh, dat je bijvoorbeeld alles met links gaat doen. Om je wilskracht te trainen. Ja. Ja, dus, of bijvoorbeeld maak gebruik van je verslaving. Ja. Dus als je verslaafd bent aan drop, maar dat is meer voor de diehards. Doe dan, doe dan een, leg dan een zak drop in je auto of doe een pakje Ik in Ik heb je. dat echt jarenlang in mijn auto uh, gehad, inderdaad. O, uh. Om dit te trainen. Ja. Nou, grappig. En het, het leuke uit onderzoek blijkt ook dat mensen die dat doen, ja. die dat heel bewust doen, dat die ook makkelijker op andere gebieden van hun leven nee kunnen zeggen. Oké. Okay. Dus het, het, het rimpelt door. Het gaat ja. dan natuurlijk wel weer om om het heel bewust te doen. Anders wordt het... Ja, oké. Ja. Okay. ja. Dus maar je wilde een vierde boek noemen, bruik. <laughs> ja, een vierde boek. Um, nou, wat ik een hele mooie uh, schrijver vind, is Pema. Sh ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Chodron. Hmm. Okay. C-H-O met een dingetje erop en ja. een D-R-O-N. Oké. Okay. En nou, ze heeft verschillende boeken geschreven, maar wat ik heel tof vind is, ze is heel helder, direct, vriendelijk en hart tegelijk. En ze heeft bijvoorbeeld een mooi boek geschreven. Dat zou je eigenlijk even moeten ja. opzoeken. Maar, uh, start Where You are, maar ook iets met verval. Tijden, iets uh, verval. kom je eigenlijk op okay. de titel. Ja, verval. Ja, When Things Fall Apart. En het gaat and, juist over... Zij, zij is eigenlijk een, een perfect voorbeeld... om niet een suikerlaagje overal omheen te doen, uh, maar uh, juist... Uh, het leven is zo vaak zo ontzettend moeilijk en zwaar. Ja. En laten we dat in godsnaam erkennen. En daarin zit juist meer vrijheid en meer uh, mogelijkheid. Ja, want dan uh, ja, als je toch een beetje denkt aan groeien. Als je, als je echt accepteert, dan kan je groeien. Ja, en het gaat weer over. Heb de ballen en het lef om juist die moeilijkheden in je leven. Uh, ...aan te gaan en te bekijken... ...en daar niet voor weg te lopen. Ja. Want ik denk, denk... Maar ja, dat is zo'n basis. Ja. Uh, nou ja, de, de fight, flight, freeze uh, reactie. Dat die... is zo'n basis. Het ja. is zo het allermoeilijkste wat ja. er is. Daar moeten er ook zoveel boeken over nee, geschreven precies. worden. <laughs> want het voelt dat... toch gewoon heel normaal als van... ...oh nee, daar ga ik me onprettig over Natuurlijk. voeren. Dus get the fuck out. Ja, Natuurlijk. dat is dat. Ja. En Zeker als het op de korte termijn werkt. Ja. Ja. Die Netflix-serie is ook leuk. Ja. Dat is ook leuk om naar te kijken, ja. ja. Leuk, leuk, leuk. Nou, drie uh, goede nieuwe boektips die we kunnen toevoegen uh, in de boekenkast. Met... Vier. Vier, vier. En, ja, 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 ja. en de vijfde, uh, vijf, zes, zeven met jouw eigen <laughs> boeken erbij. En uh, nou ja, daar komt dus een, een werkboek aan. Uh, ja, een journalboek. Een journalboek bedoel ja. ik eigenlijk, ja, ja. ja. En hoe zit het met de... de... Internationale carrière, want ik weet dat het op een gegeven moment speelt met Mindgym. Ik denk dat het uh, ja. zich Ja, hij is, hij is verkocht aan verschillende landen. Okay. Dus aan de, uh, Amerika, Zuid-Amerika, Engeland. Deze is volgens mij, maar je weet nooit of... of de, 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 Canada, de kinderversie, ja? De kinderversie, niet de Dylan, maar de originele, ja. is aan China verkocht. Hé, hey, ja, dus dat, dat is, wel, is wel even de markt. Ja, dus dat is wel heel leuk. Gaaf. En, uh, en ook in Rusland is het uh, Mind Gym verkocht. Alleen, we wachten nu op de Engelse vertaling. En als die vertaald is, dan pas gaan die andere oh, ja, landen ja, ja, ermee okay. aan de slag. Maar dat duurt veel langer dan ik had gedacht. Dus dat, uh, ja, dat is geduld hebben. Het is uh, belangrijk om te onthouden wat het allerbelangrijkste is. En wat is het allerbelangrijkste? Ja, de poppen twee antwoorden in mijn mag. hoofd. Om. Dit is overigens een zin van jou, hè, voordat ja. mensen denken, waar haalt hij ineens ja. deze zin eh, van? <laughs> ja. ja, voor mij is dat ja, dat is ook weer een heel grote term, maar dat is liefde. Mm -hmm. In al zijn vormen. Um, en voor mij is dat dus ook je voelen in je eigen geest. Ja. Maar die twee... Nou, die dat horen ook. Die, gaat hand in hand. Die zijn op, dat zelfliefde. Die zijn, is liefde. die zijn getrouwd met ja, elkaar. Ja, ja. Ja. Ik moet gelijk aan een paar dingen denken die uh, ja, misschien voor jou random overkomen. Maar Heb je, heb je ervaring met ayahuasca? Ja. Oké. Okay. Ja. Wat bracht het jou? Ik, ik vraag dit dus omdat het bij mij heel erg dat alles is één en ook zelfliefde. En, ja, nou ja de, de, daarin gaf het mij inzichten. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen. Ja, het is, het is een. Ik had het net over een Efteling van je bewustzijn. <laughs> ja. ik, ik zie het ook als een soort speeltuin. <laughs> ja, om op, om even in, ja, een, ja, ja. Op een kort moment. Ja, en ja, dat, ja. Uh, dus ik zie dat ook weer als iets wat heel goed samen kan gaan... met, een, met meditatiebeoefening of uh, mentaal sporten. Het moment dat je juist met een getrainde geest zo'n zo zo sessie doet... dan kan dat elkaar juist weer heel erg versterken... in het onderzoek wat je doet. En, uh, Heb je het meerdere keren gedaan? Ja. Oké. Okay. Ja, dus het is, uh, ja, het, is een hele, het is voor mij persoonlijk een, he, vaak een hele. zijn het mooie ervaringen geweest. Ook vaak hele zware, maar wel hele bijzondere. Mm -hmm. En ook ervaringen met andere. soortgelijke, maar andere middelen? Nou, in mijn twintiger jaren heb ik wel. Uh, maar dat is, was recreatief. Ja, 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 dus okay. dat is meer... Uh, Puddingstoelen voor de fan. Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, dus ik heb, ik heb nooit paddenstoelen gebruikt in, nee. uh, ja, in het Vondelpark ooit. Uh, <laughs> met vrienden in een ver verleden. En was je, maar toen, nooit... al, was je toen al Milan in een GTST? Want dan was het echt een shownieuwsmomentje geweest. Ja, toen was ik wel al in Milan, Dan heb ik ook als Milan. Dus ik ben daar goed mee weggekomen. Ik ben daar goed mee weggekomen. <laughs> het, ja, ik, ja. goed mee weggekomen. <laughs> ik heb het nooit meer in een, in een sessie gedaan waarin je op onderzoek uitgaat. Nee. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, nee ik, ik heb alleen, nou alleen, ik, ik heb één keer ayahuasca gebruikt. En dat heeft me veel gebracht. Uh, ik ga wel binnenkort een sessie doen met truffels. Ah, een ja, ceremonie, ik ben heel benieuwd. Ja, met iemand die hier is geweest? Of? Ja, okay. met Jesse van der Velde. Oh, wat Mag leuk. ik best benoemen, denk ik. ik weet ik niet of je dit leuk vindt. En ik, kijk, ik wil wel voor waken. Ik ben niet ineens uh, daar uh, zeg je dat, reclame voor aan het maken. Want ik realiseer me wel heel goed dat het ook maar zomaar weer, weer de nieuwe valkuil kan zijn. En het nieuwe haakje. En ja, voor het ja, weet ja. ben je elke week. Ja. Och, wat zijn we toch lekker spiritueel aan het doen? Ja. En ben je alsnog aan het vluchten? Absoluut. Ja, dat uh, is pu puur ver dat je denkt uh, iemand die dat. Uh... Ik moet daar gewoon waakzaam op zijn met betrekking tot mezelf. Maar uh, ik, ja. ik, nou ja, ik vind het wel interessant. En ik ben de eerste die zegt: dat is ook wat koekeroe is. Het zit allemaal in je en je hoeft niks aan jezelf toe te voegen om meer jezelf te zijn. Maar het kan wel even. Ja, ja en het, het is voor mij ook van. Uh, ik wil. Uh, het is voor mij persoonlijk een, een, een... en ik propageer helemaal niet van dat zou je moeten doen. Nee. Maar het. Het, is, het verbaast me ook best wel een beetje, als ik eerlijk ben, dat jij nu ja zegt. Want, nou. Nou kijk, het is, het is als wij naar onze westerse kijk op bewustzijn kijken, is die heel smal. Dus het, het bewustzijn is zo complex, ja. iets waar zoveel lagen in zitten. Maar ja. nou, als je kijkt naar boeddhistische literatuur waar geschriften vol over zijn geschreven naar het onderzoek van hé, hey, wat is er eigenlijk te ontdekken in die geest en hoe, welke lagen in het bewustzijn zijn er allemaal? Uh, nou kom je door... het is meer een chemische manier... kom je meer in contact met van... hé, hey, wat, wat speelt er eigenlijk nog meer yeah. in die black box? En wat, die, die, uh... Je legt gewoon even de verbindingen. Nou ja, hè, de vier circuits Ja, uh... en het grappige is... wat ik ooit een mooie... dit zo'n Netflix documentaire die, die vertelt van... in een ayahuasca sessie is het alsof je... je hebt natuurlijk skipaden in je, ja. in je, in je hoofd. En dit zijn gepaden ge 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 die je heel vaak neemt, dus die, ski die ski's, ja. die zie je heel goed, maar op het moment dat je die ayahuasca neemt, dan sneelt het even. En dan, en dan kan je weer nieuwe, kun je weer nieuwe paden Ja, maken. ik wil het zeggen, ik had vooral het gevoel dat er heel veel meer paden bij komen die je normaal gesproken niet ziet. Maar nou, dus je, je ziet wel in de hersenscans op het moment dat mensen dat doen, is um, dat, dat er meer verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende delen. Uh, wat maakt uiteindelijk dat je waarschijnlijk ook daarna tot meer inzicht ja. komt, omdat er juist meer paden zijn uit ja. aangelegd in gebieden. Ja. Maar, maar dat is ook een beetje, denk ik, en daarom vergeleek ik het. Maar het is inderdaad wat je zegt: geef maar een naampje, wat je met dat systematisch of syste syste systemisch. systemisch werken. Ja, is het ook natuurlijk. Uh, ja, als ik jou hoor, is het ook gewoon een beetje in ieder geval die paden van vroeger. Ja. Uh, ja, kijk, in een boek is alles wat ik uh, vertel... Is zoveel mogelijk wetenschappelijk yeah. onderbouwd. Yeah. Maar dat is dus puur vanuit de gedachte dat, uh, nou, dat, dat het een, een breed raakvlak he heeft... en dat, er, dat, er, dat, het enige, ja, dat het enige wat we nog dat hebben... We weten, ja. maar tegelijkertijd is voor mij persoonlijk... Nee, precies, jij bent veel spiritueler dan je in je boeken doet. Nou, ik uh... zie dat ook wel als een vorm van wetenschap. Namelijk yeah. gewoon puur kijken hé, hey, wat werkt er? Ja. Uh, maar ik ga dit nog niet propageren in boeken, omdat dit nu voor mij werkt. Ja. Maar ik weet niet of het voor anderen werkt. Nee, dus nee, ik, nee. Ik, ik, daar stop ik dan ook, omdat ja. ik denk, ja, nou, dit werkt voor mij, maar ik weet niet of het voor anderen werkt. Dus dat moeten andere mensen voor zichzelf bepalen, maar ik ben er wel open over. Ja, ja en tegelijkertijd vind ik altijd mooi als mensen alleen maar blijven hangen op de wetenschap. Dan denk ik, dan heb ik altijd zoiets van, oké, okay, leg even uit wat liefde is. Ja. En, en weg is het, want dat is natuurlijk ja. uh, iets waarvan we allemaal weten dat het er is en uh, niet te bevatten in uh, wetenschap. Ja. ja, wetenschap, ja. <laughs> ja, wat wil je zeggen? Wetenschap? Ja. Nou, ik, ik hou heel erg van wetenschap. Namelijk, ik, ik zie bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over je geest onderzoeken, dan zie ik dat ook bijna als iets wetenschappelijks. Mm -hmm. Maar wel... Als een nieuwsgierige wetenschapper, hé, hey, wat gebeurt daar nou? Ja, ja, ja. En wat dat gewoon te zien eigenlijk doet een wetenschapper niks anders dan dat, ja, toch? Dat is waar, die kijkt gewoon wat ja, er gebeurt. Ja, ja dat, die, eh, soms wel een verklaringje. Maar ja, zelfs zwaartekracht is moeilijk te verklaren. Je weet dat het zo is. Ja. Je ziet, je weet dat een pen valt. Ja. Maar wat er nou That precies is, nou, ja, gebeurt? Ja, ja. Ja, ja, oh man. En heb je ervaring, want jij bent dus wel duidelijk, uh, nou ja, gewoon onderzoekend. Uh, en, uh, heb je ervaring met tantra? Uh, ik, ik weet er wel best wel wat vanaf, maar ik heb niet veel geoefend daarin. Nee, oké. Okay. Nee, omdat, uh, nou, wel bepaalde oefeningen die ik, zeg maar, die in de tantra veel worden gedaan. Dus je hebt bijvoorbeeld een oefening, die staat ook in dat boek, maar die is dan ook weer wetenschappelijk onderzocht. Uh, dat je elkaar voor een ja. langere tijd aankijkt. Oh, de lange oh, ja. welke? Dacht nee, je? ik dacht ja, omdat je dit gebaar maakte. Ik heb uh, een Tantra oefening gedaan. waarbij je iemand zeg maar dichterbij laat komen. Oh, ja. Stop, of gaat weer. En... Ja. Of je het nou bedient of dat je degene bent die bediend wordt. In beide gevallen is het heel intens. Ja. Maar ook inderdaad de... de... Ja, nou, dat is een, bijvoorbeeld een hele mooie oefening om in een trainingssetting ja. te doen. Ja. Maar deze oefening is, dat doe ik met mijn geliefde. Nou, dan uh, gaan we af en toe gewoon vijf minuten tegenover elkaar ja, zitten. Ja, heel intens. En kijk elkaar aan. Ja, ja, het is heel zo simpel als dat. Ja. Maar het is wel een hele mooie manier om... Uh, op een... Ik denk altijd, het is maar vijf minuten, maar het is altijd als je het hebt gedaan. Nou ja, het... de, de tranen schieten in je ogen vaak natuurlijk. Ja, maar ook de lachbuien. Ja, nee, precies. Het ja, het is gewoon, beide. Ja. Of, of uh, het ja. is eigenlijk altijd. altijd uh... Ja, dus. Uh, maar ik, ik vind het wel een heel interessant onderzoeksgebied. Dus ik, heb jij er veel verstand van? Nee, zeker niet. Maar ik vind, ben er wel door gefascineerd. En niet uh, in de platte zin van het woord, maar juist omdat weet je, als je het allemaal wat spiritueel maakt met, met hè, energievelden die met elkaar in contact komen, eh, ik denk gewoon dat er heel veel te halen valt als het gaat ja. om ja. ja de toekomst. Eh, dan denk ik dat seks, want daar heeft tantra dan hè, dat is waar mensen gelijk aan denken, terwijl het gaat veel breder dan dat. Maar seks is wel toch nog steeds een soort taboe onderwerp. In ieder geval een stuk gemaakt onderwerp. Ja. Uh, wat, wat heel erg gaat... nou ja, alles waar het over, uh, niet over zou moeten gaan... namelijk over het klaarkomen... over het eindpunt. Ja. Uh, allemaal verkramping in plaats van heel erg zijn. Ja. En dat fascineert mij gewoon. Uh, nou ja, tot zover. Ja, ja, ja. helemaal ja. mee eens. Ja. Het is wonderlijk het dat is... zoiets... Ja. basaals wat we, wat we hopelijk iedere dag mogen doen... Nou ja, en het is ook die voor niks... dat het bijna een soort marketing tool is geworden... Omdat nou ja, het is zoiets bijzonders en iets magisch en levensenergie. Dat is natuurlijk waarover het gaat. Ja, ja, en, ik heb, ja. en wat ik er wel mooi aan vind... Wat, en als ik nu, uh, ik zeg misschien allemaal verkeerd dingen... ...omdat ja, ja. ik dus niet heel veel verstand van heb. Nee, ik ook niet hoor. Dus, heb. Uh... Maar wat ik er dan wel van weet... ...voor degene die er wel veel verstand van hebben, sorry. Ja. Maar is dat ze heel erg ook uitgaan van de gedachte... ...de verlichting zit hem in de ander. Dus je hebt de ander nodig... Om verlicht te raken. Mm. Je kan nooit in je eentje op een berg. Nee, nee. Kan je nooit tot echte verlichting komen? Dat zit hem altijd. Uiteindelijk, natuurlijk is het ja, heel ja, ja, belangrijk. Ja, ja, ja. In het contact met de ander. En, en ergens. Maar dat vind we, ik wel mooi, want dat gaat weer heel erg samen met dat altruïstische, uh, ja. zeg maar. Uh, waarbij de intentie vooral echt is goed moet zijn. Ja. Ja, en, en, en ook inderdaad, van. Uh, dat heel veel van deze technieken of pas ja. werkelijk gelden. Het is natuurlijk heel makkelijk in je eentje op die berg. Daar ja, hadden we ja, het eerder ja, al over. Ja, 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 ja precies. Dan als je, ja, als je echt in contact bent met de mensen. Als iemand. je echt in contact ja, bent met allemaal angsten ja. en emoties. Ja. Uh, ja, de laatste vraag. Ik ben wel heel benieuwd, toch, omdat je, we ook wel een iets spirituele Wouter de Jong hebben gezien dan misschien in Mind mindtim Lezen. Maar ik snap volledig wat je bedoelt. Maar hoe kijk je aan tegen de dood? Dat is een hele mooie vraag. Dat is een hele mooie vraag. Nou, ik, ik, uh, de dood houdt mij heel vaak heel erg bezig. Uh, omdat ik de dood... Um, ja, die is continu overal. Mm -hmm. In de zin van... Uh, bij wijze van spreken de cellen die nu doodgaan. Ja, de dus, uh, ja. Uh, de dood van dit gesprek bij wijze van spreken ja, ja, ja. Uh, uh, en ik vind het ergens een heel ik, ik denk dagelijks aan de dood oké okay, dus dat klinkt best wel als een fascinatie ik wil het geen obsessie ja. noemen maar ja, ja 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 nee maar ook vanuit het idee vanuit om... nieuwsgierigheid of vanuit angst nee van, echt vanuit uh, de waarde van het huidige leven ja ja, dus, precies. Dus niet... je haalt er een soort kracht uit eigenlijk. Ja, ja echt kracht. Ja. Maar, dus ik, ik, ik ben niet aan het uh, wijnen. Nee, nee, nee. Oh, ik ga dood, maar meer ja. van ja, het is eindig. Ja. Dus, nou, bij wijze van spreken, als ik mijn moeder vasthoud, dan kan ik ook beseffen: je bent er na een tijd niet meer. Dus nee. nu wel. Ja. Nu kan ik je vasthouden. Ja. Nu ben je er. Dat is wel intens. Ja, ja dus, dat, dus uh, daar denk ik. Uh, en soms uh, um, ja, we, dan, uh, verveel ik er andere mensen mee. Uh, en die denken: hou op met erover praten. Yeah. Want uh, dus, ik hou het meer voor mezelf. <laughs> want die vinden, die vinden dat niet troostend. Maar ik, ik vind het juist een, een manier om juist nog meer in het leven te staan. Yeah. En um, ook gelijkmoediger te zijn en te beseffen: ja. De, 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 te beseffen de grootheid van het leven... en tegelijkertijd ook de kleinheid. De ja, ja, ja. Dat mijn leven ook een, een, een kleine tijdspanne is. Maar hoe zie je het dan voor je? En we weten het allemaal niet... maar ik vind het leuk om daar een beetje over te dagdromen. Uh, jij, in je boek vind ik dat je heel mooi de vergelijking maakt... Hè, over de tuin. En, en uh, nou ja, dat het op een gegeven moment... Nou, dan gaat het heel erg over uh, dingen die je kan wegsnoeien... en dingen die je tot broei kan laten zijn. Ergens... Als je, als, je, als je zo doorgaat met de natuur, dan weten we allemaal dat een blaadje valt, dood, en maar vervolgens ook weer in een stuk andere natuur wordt gebruikt. Mm -hmm. Ja, dit is een wat lange aanloop. <laughs> maar uh, hoe, wat denk jij dat er gebeurt als je dood bent? Ja, ik ben echt een agnost. Ik, ik, het enige wat ik... Uh... Ja, ik denk, ik denk dat het nog meest in de buurt komt met. Um, ik weet het gewoon niet. Nee. Ik weet, maar ik. ik, ik maar geloof... daar zit je dan dus niet echt over na te denken of gewoon even lekker. Nou, er zit ergens wel een soort van. Uh, ik geloof wel een soort van. Algehele uh, energie en massa die ja. blijft bestaan. En die speelt, die danst met elkaar. Ja, Ze zijn ja, het misschien nog. Ja, ja. Dus ik zie het meer als een dans van, van energieën. die weer tot, tot leven komen in ja. een andere, ander ding. Um, maar ik zie het wel als iets eindigs. Ik, zie, ik heb niet het geloof dat mijn bewustzijn. Nee, na de dood voortleeft. Daar geloof ik niet nee. in. Nee. En hoe uh, los van een fijne partner en een uh, lieve vader. voor goede vader, whatever iets breder. Hoe, hoe wil je herinnerd worden? Wouter de Jong. Ja, Wouter de Jong. <laughs> ja. ja, Wouter de Jong. Dat is, ja, dat is wat er op mijn grafsteen nou, staat. Nou ja, hè? dat is hem bijna. Zo heb ik hem nog nooit geformuleerd, <laughs> maar… Uh, Komen allemaal van die flauwe grappen. <laughs> ja. Hier sport hij ja, verder. Ja. <laughs> <Nee>. <laughs> Ja, de hoeveelheid boeken die ik heb verkocht. Nee. Ja. Um, nou, wat ik heel erg hoop, is dat ik wat meer altruïsme en zorg voor elkaar in de wereld heb kunnen brengen. Ik daar iets toe heb bijgedragen. Momenteel zit, zit dat op dit moment, maar ik weet niet hoe dat groeit, zit dat ook meer in de jonge generaties. En uh, ik heb die documentaire Klasse... Nu, dat is, die is nu op de televisie. Oké. Okay. En dat is een hele mooie documentaire. En wat me nu heel erg bezig houdt, is. Uh, dat ik echt hoop dat er meer kansgelijkheid komt. Voor de kinderen in Nederland, maar überhaupt. Ja, 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 alle ja. kinderen in de wereld. En, Mooi. Ja, dus dat. dat uh, en uh, überhaupt het klimaat. Dat zijn twee dingen die me nu. enorm. Bezig houden. Alleen ik, dus een gedeelte waarom ik dit boek heb, of, superkrachten, ja, belang, of ja, ja, alle, alle boeken, ja, ja. is omdat ik werkelijk geloof dat op het moment dat we met een gezonde geest, dat we daardoor ook uh, gezonder met de wereld omgaan. En dat de basisvoorwaarden om een betere wereld te creëren, om beter met het klimaat om te gaan, ja, dan moet in ieder geval dat gereedschap op orde zijn. Ja. Want anders dan hebben we niet het basisgereedschap om dat aan te kunnen. Dan dus, moet je je thuis voelen in je eigen geest. Ja, als we dat niet hebben, dan kun je, ook niet, kun je ook niet ruimte hebben voor hogere doelen. Nee. Ik hoop dat je ook een beetje thuis gevoeld hebt in mijn huis hier. Dat uh, heb ik zeker. Uh, ja. ik, vind dat je het zo, ik vind het echt. Nou, ik voel me nee, ik een, kan maar, heel gemakkelijk in je uh, huis. Jou, maar heel, ik, ik voel me hier heel fijn oh, en welkom. Fijn. Dus ik, nou ja. Laten we afspreken dat ergens uh, in het nieuwe jaar uh, hopelijk voor jou je journal uitkomt. En laat dat een mooie gelegenheid zijn om hier nog eens uh, plaats te nemen. Of misschien dan wel in de ademtoren waar we elkaar ooit uh, ontmoeten. Dat lijkt me heel leuk. En dan leuk. met het publiek. Complimenten. Ja, dankjewel Wouter. Jij ook voor alles wat je doet. En Jim uh, in het bijzondere natuurlijk. Hé, huh? wat een klef uh, einde. <laughs> Maar ja, dat mag ook. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, doe wat je wil doen. Maar het zou wel top zijn op het moment dat je bijvoorbeeld... als je het via Spotify luistert, eventjes deelt. Uh, tag me vooral, Ed Giels. Uh, als je via YouTube uh, beluistert, abonneer en uh, uh, doe een reactie of een hartje of een vraag. Nou ja, fijn. Laat even weten dat je helemaal tot het einde bent gekomen. En voor meer informatie ga je naar de website en dat is www.koekeroe.nl En daar vind je ook de boekenkast met uh, nou ja, de boeken die Wouter heeft toegevoegd en allerlei andere inspirerende boeken en filmpjes natuurlijk. Cookeroe.nl. Uh, bedankt en uh, graag tot de volgende. Hoi!